Een hartelijk goedemiddag namens mij. Mijn naam is Werner Liebers en ik ben heel erg blij dat ik mag spreken hier op de Den Bosch Data Week. Ik ken de Den Bosch Data Week al sinds het eerste uur, zou je kunnen zeggen. De eerste editie nam ik al deel. En ik heb in de loop der jaren heb ik de Den Bosch Data Week eigenlijk steeds professioneler zien worden. Steeds interessanter, steeds interactiever. En hartstikke mooi dat ik daar vandaag ook weer aan deel mag nemen. Ik hoop dat de Den Bosch Data Week ook nog meer uitgroeit tot een toonaangevend, in elk geval regionaal event in de komende jaren. En ik hoop dat ik daar ook weer in welke vorm dan ook aan mag bijdragen. Dan gaan we nu direct door naar mijn presentatie, de zender het doet. Vooralsnog niet. Klein ogenblikje. Dat is de eerste slide. We gaan even zien of dat ik zelf controle houd over de slides of niet. Vooralsnog, dit is de titelslide. En zoals jullie kunnen zien is mijn presentatie getiteld De aanhoudende belofte van data science voor ondernemers. Korte achtergrond daarbij is dat we zien dat data science al veel langer wordt neergezet als the next big thing. Nou, dat is niet uniek op zichzelf. Veel meer nieuwe, populaire termen worden wel vaker neergezet als the next big thing. En de ene moet je daarvan wat serieuzer nemen dan de ander. Wat mij betreft mag je data science als zodanig zien. Ik denk dat dat iets is om rekening mee te houden. Het heeft een enorm potentieel en het draagt zeker een bepaalde belofte in zich. Maar vooralsnog is dat een aanhoudende belofte, want die belofte wordt nog niet echt ingelost. We zien het bijvoorbeeld ook niet terug in de productiviteitscijfers. Dan heb ik het wel over productiviteitscijfers op macroniveau, dus op het niveau van landen. Je zou verwachten dat we nu leven ten tijde van de vierde industriële revolutie, dat we het ook terugzien in arbeidsproductiviteitscijfers. Maar dat is eigenlijk niet zo. Sterker nog, de arbeidsproductiviteitscijfers op landsniveau die dalen eigenlijk al jaren. Althans, het groeit nog wel, maar we groeien steeds minder snel. Dat is in elk geval zo in westerse landen als Nederland. Dat terwijl je zou verwachten dat data science wel bij zou dragen aan een verbetering van de arbeidsproductiviteit. Nou, let wel, ik sprak al over arbeidsproductiviteitscijfers op landsniveau. Ik ben hier niet om te duiden waarom dat de verkeerde kant op gaat. Sterker nog, ik ga eerder beargumenteren dat het op mesoniveau, dus op bedrijfsniveau, wel degelijk nog steeds een enorme belofte met zich meedraagt. En dat die is ook in te lossen, maar dat dat bepaalde dingen vraagt van ondernemend Nederland, zou je kunnen zeggen. Kort samengevat, in deze lezing wil ik laten zien dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het juist implementeren van datagedreven besluitvorming het bedrijfsresultaat verbetert. Verder stel ik dat de ongekende mogelijkheden van data science kunnen worden benut door bedrijven van iedere leeftijd en omvang. Dus dat is niet alleen voorbehouden aan de grote corporates, zo gezegd. En daag ik iedereen uit om na afloop van deze lezing dieper na te denken over welke winst er nog te behalen valt voor zijn of haar bedrijf. Wanneer het aankomt op de toepassing van data science. En ik stel dat alleen dan de aanhoudende belofte van data science pas echt kan worden ingelost. Eerst kort even over mijn werkgever. Dat is de Euronymous Academy of Data Science, oftewel JADS of JATS of JETS. We zijn immers Engelstalig, dus ik ben geneigd te zeggen JETS. Dat is een unieke samenwerking. We hebben twee moederuniversiteiten. Het is een samenwerking tussen enerzijds de Universiteit van Tilburg en anderzijds de TU Eindhoven. Maar daarbij worden we ook nog ondersteund door zowel de gemeente Sertogenbosch als de provincie Noord-Brabant. Nou, welnu, wat maakt JETS zo uniek? Dat is dat we twee disciplines laten samenkomen. Dat is enerzijds data science en anderzijds ondernemerschap. We zijn overigens gehuisvest in het voormalige klooster Marienburg aan de Sint-Janssingel in Sertogenbosch. En je zou dus kunnen zeggen dat de onderwijsfunctie van het klooster voortbestaat. Op slide zie je min of meer onze visie. Wij creëren waarde door data science en ondernemerschap samen te brengen. Deze twee disciplines kunnen eigenlijk niet zonder elkaar, zou je kunnen zeggen. Kennis van data science is op zichzelf niet zo heel veel waard, zonder dat je weet hoe je deze kennis ook kunt benutten. Hoe je daar nieuwe waarde mee kunt creëren.
Nou, en dat laatste, dat is nou typisch iets wat ondernemend talent of ondernemende personen doen. En daarbij kijken we naar ondernemerschap. Niet zozeer alleen als zelfstandig ondernemerschap, dat iemand doet voor eigen rekening en risico. Maar tegelijkertijd kunnen werknemers die in loondienst zijn bij een grote bestaande organisatie ook ondernemend actief opereren. Uiteraard hebben ze dan te maken met een compleet andere context, andere risico's, dat is duidelijk. Maar er zijn ook nog verrassend veel overeenkomsten. In dat geval zouden we spreken over intrapreneurship. Nou, u begrijpt, dat is een beetje de bredere visie op ondernemerschap die ik persoonlijk hanteer. Maar wat je ook heel erg terugziet bij ons, bij JADS. Misschien heeft u dit plaatje ergens in de afgelopen weken wel voorbij zien komen op de social media. Want dit ging viraal. Maar het lijkt me goed om dat te tonen, omdat het wel heel mooi duidelijk maakt dat data op zichzelf niets waard zijn. Data of gegevens brengen informatie met zich mee. Maar dat wordt alleen kennis op het moment dat je verbanden legt. En je bent pas echt wijs bezig. Het leidt pas echt tot wijsheid als je de juiste verbanden uit al die verbanden pakt voor uw bedrijfsdoel of doel in het algemeen. En dat is wat je hier ziet. Verder gaan de complotdenkers er ook prat op dat ze zogenaamd de dots connecten. Dat zie je in het vlak rechtsonder. Maar dat is natuurlijk wel op een wijze waar een echt goede data scientist niet vrolijk van wordt. Dit is praktisch hetzelfde plaatje, maar alleen het zesde vlak is anders. En dus ben ik geneigd om deze eerder te gebruiken. Wat we daar zien is dat je alleen echte impact kunt creëren, als gezegd, wanneer je data omzet in kennis, de juiste kennis eruit pikt om inzichten te creëren. En je kunt alleen impact creëren wanneer je met die juiste kennis wat doet voor uw doel of bedrijfsdoel. Dat is eigenlijk in het kort wat dit plaatje illustreert. En dat is ook wat wij doen binnen JADS. Dat is ook het type student dat wij afleveren op de arbeidsmarkt of beogen af te leveren. Het zijn studenten met een brede kennis van data science methoden en technieken. Maar tegelijkertijd weten zij ook heel goed hoe kan ik daar nieuwe waarden mee creëren. En hoe kan ik deze data science kennis omzetten in het identificeren van kansen en het benutten van kansen. Alleen dan wordt het interessant, alleen dan creëer je echt impact. Dan heel kort over mijzelf. Ik ben universitair docent ondernemerschap bij JADS. Dus ik sta duidelijk aan die ondernemerschapskant. Dat wil niet helemaal zeggen dat ik geen enkele kwantitatieve kennis heb. Ik heb eerder een econometrieopleiding afgerond in Tilburg. Vervolgens heb ik een PhD behaald aan de Universiteit Utrecht in economics. En het zal u niet verbazen dat dat een focus had op intrapreneurship. Dus vandaar ook mijn bredere kijk op wat ondernemerschap is. En misschien is het goed om even te vertellen wat ik momenteel doe aan onderzoek als ook onderwijs. Dat is op het snijvlak van data science en ondernemerschap. En dat kun je in mijn ogen op twee manieren zien. Ten eerste, het gaat om het gebruik van data science methoden en technieken door mij als ondernemerschapsonderzoeker om onderzoeksvragen beter of effectiever te beantwoorden met behulp van die moderne technieken. Dan doe ik een poging om nieuwe kennis te genereren. Nou, een concreet voorbeeld daarvan is dat ik gezichtsuitdrukkingen analyseer met moderne software technieken. Bijvoorbeeld van ondernemers en investeerders tijdens pitchcompetities. En ten tweede doe ik ook onderzoek naar ondernemers die data, big data en of kunstmatige intelligentie gebruiken om nieuwe waarden te creëren. Nou, een concreet voorbeeld daarvan is een project waarbij ik betrokken ben, waarin ik kijk naar de verspreiding van data science en in hoeverre MKB'ers in Nederland gebruik maken van data science technieken. Dus eigenlijk de mate van datavolwassenheid, zou je kunnen zeggen. En welke barrières zij bijvoorbeeld ervaren om data science toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Dat laatste is nou typisch iets waarover ik ook meer ga vertellen in het restant van deze lezing. Dat brengt ons bij de belofte van data science. Als gezegd, data science brengt in de kern een enorme belofte met zich mee. Dat weten we allemaal. Dat heeft u vast al veel vaker gehoord en gelezen. Maar wat betekent dat nou concreet?
Daarvoor ga ik terug naar een artikel dat is gepubliceerd in de Harvard Business Review enkele jaren geleden, in 2018, getiteld Artificial Intelligence for the Real World. En daarin zien we dat de auteurs, Davenport en Ronanki, bevinden dat ongeveer 75% van de managers denkt dat kunstmatige intelligentie hun bedrijf substantieel zal doen veranderen binnen 3 jaar. Let wel, dat is dus medio volgend jaar. Het is een onderzoek onder 250 Amerikaanse bedrijven, maar ik durf wel te stellen dat dat ook generaliseerbaar is naar de situatie in Nederland. En ook geldig is voor kleinere bedrijven dan de allergrootste. Verder vinden zij ook dat de zogenaamde moonshot-projecten, de zeer ambitieuze projecten, veel minder succesvol zijn eigenlijk dan het laaghangend fruit. Projecten die veel minder ambitieus zijn. En dat brengt ze ook tot de conclusie dat bedrijven zich eigenlijk zouden moeten focussen op een meer incrementele benadering, in plaats van een benadering die compleet alles verandert, overhoop gooit en alles inzet op AI. Hier kom ik later op terug, dat het belangrijk is om een bepaalde opbouw te hebben in de manier waarop bedrijven AI of data science toepassen in hun onderneming. Tot slot concluderen zij ook, bedrijven zouden zich moeten focussen op het vergroten van menselijke capaciteit in plaats van vervangen. Wat je vaak hoort is dat automatisering, technologische ontwikkeling heel veel banen zal kosten. Persoonlijk denk ik dat het niet zo'n vaart zal lopen. Ik zie een baan als een bundeling van taken. En wellicht dat een deel van de taken die je normaal gesproken doet, vervangen kan worden door automatische processen, door automatisering, door robots. Maar zeker niet je complete baan zal verdwijnen. Tegelijkertijd zijn we veerkrachtig en zullen we ook automatisch weer nieuwe taken erbij krijgen. Vooralsnog is het niet zo dat data science zo ver is dat er nooit enige betrokkenheid van de mens benodigd is. Wat zijn dan de mogelijke voordelen van het ontplooien van een project waarbij enige vorm van kunstmatige intelligentie is betrokken? Nou, dit zijn wat resultaten op basis van datzelfde onderzoek waar ik eerder over sprak. En dan zie je een top 5 op slide. Er zijn wat meer mogelijke voordelen, maar dit zijn wel de belangrijkste. Wat we bovenaan zien en wat dus door een krappe meerderheid van de ondervraagden wordt gezegd, dat is het voornaamste doel van een kunstmatige intelligentieproject binnen ons bedrijf is het verbeteren van bestaande producten. Dus denk aan de kenmerken, functies of prestaties van bestaande producten verbeteren. Nou, wat we ook zien is dat meer dan een derde van de ondervraagden zegt, het is mij te doen om het optimaliseren van interne bedrijfsprocessen. Of zie ook punt 4, het gaat mij om het nemen van betere besluiten. Nou, het zijn zomaar voordelen die je zou kunnen behalen met het implementeren van projecten waarbij kunstmatige intelligentie komt kijken. Op dit punt is het denk ik goed om even te spreken over de terminologie. Ik heb tot op heden al gesproken over big data, over AI, ofwel artificial intelligence, kunstmatige intelligentie in het Nederlands, data science. Maar deze termen lopen nogal eens door elkaar heen en betekenen niet hetzelfde, maar zijn natuurlijk wel aan elkaar gerelateerd. Hier ziet u een figuur, tweedimensionaal, welke ik heb ontleend aan Building Blocks. Dat is een snelgroeiend data science consultancybedrijf dat zijn oorsprong vindt in Tilburg. Ik geloof gisteren nog uitgeroepen opnieuw tot gazelle, dus snelgroeiend bedrijf. En dat al jaar na jaar. En wat mij betreft is dit een hele mooie weergave van hoe deze concepten, deze populaire termen, zich tot elkaar verhouden. Natuurlijk, er is altijd wat aan te merken op dit soort platte weergaven. We kunnen de exacte positie van deze termen ten opzichte van elkaar bediscussiëren. Maar grofweg geeft dit een goede indicatie als u het mij vraagt. We zien op de horizontale as zien we de zogenaamde data analytics sequence. Dat is de volgorde van type data-analyse. En je zou kunnen zeggen, hoe verder je naar rechts gaat, hoe ingewikkelder de analyse. De horizontale as varieert van enerzijds beschrijvende analyse tot helemaal rechts voorschrijvende analyse. Met daartussenin diagnostische en voorspellende analyse. Op de verticale as vinden we de complexiteit van datastructuren. En dat varieert van simpel naar complex. Als we dan kijken naar het oranje vak, dat is data science, dan zien we dus duidelijk dat dat
vaak meer complexere analyses inhoudt. Maar niet per se alleen op basis van complexe datastructuren. Dat kan ook met datastructuren die een stuk simpeler van aard zijn. Wat we ook duidelijk zien is dat AI, oftewel kunstmatige intelligentie, daar een subset van is. Dus het zit nog meer in de hoek rechtsboven. Wat inhoudt dat AI pas om de hoek komt kijken bij ingewikkelder data-analyses. En veelal heb je daar complexere datastructuren voor nodig. De stippellijn, dat is big data. Dat zit per definitie aan de bovenkant. We spreken dan per definitie over complexe datastructuren. Maar met big data kun je relatief eenvoudige beschrijvende analyse doen tot relatief ingewikkelde voorschrijvende analyse. Tot slot, de term business intelligence, die heb ik nog niet eerder genoemd. Maar business intelligence, daar zullen veel bedrijven ook bekend mee zijn. Dat zit meer linksonder. Dat heeft lang niet altijd complexe datastructuren nodig. En dat wordt veelal gebruikt voor de meer eenvoudigere vormen van analyse. Namelijk de beschrijvende en diagnostische analyse. Goed, nu we weten wat deze termen precies zijn, kan ik weer verder gaan. En ik zal gedurende de presentatie deze termen opnieuw door elkaar heen blijven gebruiken. Wat u moet onthouden is dat AI gezien kan worden als een soort van subset van data science. Data science omvat over het algemeen meer methoden en technieken en gedragingen van personen dan de toepassing van kunstmatige intelligentie. Om het nog wat meer in perspectief te zetten, heb ik deze figuur op slide geplaatst. En daar kun je eigenlijk zien dat data science als geheel een soort van het bindweefsel is tussen enerzijds technologieën die data verwerken, of big data verwerken, en anderzijds datagedreven besluitvorming. Dus data science kan ertoe leiden dat je op basis van data die je verzamelt en analyseert tot datagedreven besluitvorming kunt komen. Nou, datagedreven besluitvorming verwijst naar de gewoonte om beslissingen te baseren op de analyse van data in plaats van puur op intuïtie. Ja, dat is duidelijk, zo lijkt me. Dan volgen nu een aantal quotes die dat illustreren. Waarom het zo belangrijk is om aan datagedreven besluitvorming te doen binnen een bedrijf. Ten eerste, we kunnen natuurlijk niet zomaar iedereen vertrouwen. Afgezien wellicht van God. Ieder ander zal data moeten meebrengen ter onderbouwing. Een vergelijkbare quote. Zonder data ben je zomaar iemand met een mening, net als zoveel anderen. Dus ook hier geldt, alleen wanneer je data met je meebrengt ter onderbouwing, feiten en cijfers, is je mening meer waard dan de mening van anderen. Als we dat trekken naar een bedrijfscontext, dan zien we dus dat een CEO, voormalige CEO van Netscape, Jim Barksdale, het volgende zei. Als we data hebben, dan kijken we naar data. Als we geen data hebben, maar slechts meningen, dan wordt het mijn mening waarop ik mijn beslissing baseer. Dat zien we ook mooi terug in deze vergelijkbare quote van Jeff Bezos. Beter bekend als de oprichter en CEO van Amazon en verreweg de rijkste man ter wereld op dit moment. Hij zei, the great thing about fact-based decisions is that they overrule the hierarchy. Met andere woorden, op het moment dat je als werknemer lager in de hiërarchie komt met gedegen onderbouwing op basis van data, dan kan het wel eens zo zijn dat iemand met beslissingsbevoegdheid hoger in de hiërarchie je idee ten uitvoer zal brengen. Dus in potentie kan datagedreven besluitvorming de hiërarchie enigszins op zijn kop zetten. Dus ook werknemers lager op de werkvloer, zo gezegd, kunnen met ideeën komen waar eigenlijk iemand hoger in de hiërarchie niet omheen kan. Dan wat meer over wat datagedreven besluitvorming nu precies is en waarom het steeds populairder wordt. Want dat is zo. We zien steeds vaker bedrijven besluiten op basis van de analyse van data in plaats van op hun onderbuikgevoel. Nou, in de kern is dat vanwege de veel grotere beschikbaarheid van data en technologieën om die data te verwerken en analyseren. Als ook mensen met meer kennis daarvan. Maar meer specifiek heb ik hier nog wat meer redenen op slide geplaatst. Je ziet bijvoorbeeld dat er echt een veelvoud aan mogelijkheden is om data te verzamelen
En dat beperkt zich niet alleen tot data binnen de eigen operationele systemen. Je kunt ook denken aan externe databronnen of publiek beschikbare data. We zien ook dat bedrijven doen aan meer actieve dataverzameling dan voorheen. Dus je ziet bedrijven actief zogenaamde randomized controlled trials in het leven roepen om nieuwe producten en diensten te testen en de ontwikkeling daarvan te analyseren. We zien dat bedrijven investeren in een uitgebreidere ofwel betere infrastructuur. Dus denk aan diverse informatiesystemen, zoals een supply chain management systeem of een customer resource management systeem. Als ook de bijbehorende informatietechnologie of IT-infrastructuur. En personeel wordt ofwel bijgeschoold of mensen met de juiste expertise worden aangetrokken. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Het is uiteraard primair ook omdat men denkt dat het de prestaties van het bedrijf zou verbeteren. Maar is dat eigenlijk wel waar? Daarvoor wil ik jullie eerst even meenemen in een kort stukje theorie. Dan spreken we met name over theorieën die je zou kunnen scharen onder het kopje theorieën over besluitvorming in geval van onvolledige informatie. Zeker als ondernemer heb je natuurlijk te maken met veel onzekerheden. Denk aan bedrijven die ingrediënten of halffabrikaten moeten inkopen. En dat zonder dat ze eigenlijk weten wat de vraag naar hun eindproduct zal zijn in de toekomst of nabije toekomst. Dus hoe richt je je voorraadbeheer dan efficiënt in? Kom ik zo meteen op terug. De theorie zegt daar het volgende over. Dus information theory, dat zijn oorsprong vindt in het werk van Blackwell in 1953, zegt eigenlijk dat moderne technologieën, of ook technologieën destijds al, maar dat is natuurlijk ook in verloop van tijd steeds geavanceerder geworden, die kunnen gegevens verzamelen op een preciezere en accuratere manier. En ja, met minder foute informatie, zo gezegd. En met andere woorden, bedrijven beschikken door technologische vooruitgang over preciezere en accuratere informatie. Dan heb je nog de Information Processing View of the Firm. Dat vindt zijn oorsprong in het werk van Jay Galbraith uit 1974. En dat werk zegt eigenlijk, moderne technologieën zijn ook goed in staat om die informatie efficiënter te verwerken. En beter te verspreiden binnen een grotere organisatie. Dus met andere woorden, dat drukt de kosten van het delen van die informatie tussen werknemers. Nou, dat opgeteld, als je dat samenbrengt, die theorieën, dan zou je kunnen zeggen dat preciezere en accuratere informatie een groter gebruik van informatie in besluitvorming zou moeten faciliteren. Dus daar is een positief verband tussen. En bovendien is dat gebruik van informatie dus op basis van betere informatie. Nou, dan klinkt het logisch dat het zou moeten leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Dat is de theorie. Klinkt plausibel. Maar dan is de vraag, is daar ook wetenschappelijk bewijs voor? En als we daarvoor in de literatuur duiken, dan zien we wel enig bewijs. We zien enig anekdotisch bewijs, ofwel casusbewijs. Dat is echt op basis van onderzoek naar een bepaalde organisatie bijvoorbeeld. En dan zien we inderdaad dat datagedreven besluitvorming het bedrijfsresultaat kan verbeteren. We zien ook enig empirisch bewijs dat datagedreven besluitvorming linkt aan superieure bedrijfsprestaties. Dit is echter nog niet super overtuigend. Er lijkt wel een verband te bestaan tussen datagedreven besluitvorming enerzijds en een positiever bedrijfsresultaat anderzijds. Maar de vraag is een beetje, geldt dit altijd op iedere plek in de wereld? Daarvoor zal zeker nog meer onderzoek gedaan moeten worden in deze richting. Maar grofweg kunnen we wel stellen, theoretisch zou je zeggen dat het zo werkt. En in de praktijk is het tot op heden ook bewezen. In elk geval in bepaalde contexten met bepaalde steekproeven. Dan dringt de volgende vraag zich natuurlijk op. Als datagedreven besluitvorming zo goed is voor uw bedrijfsresultaat, waarom neemt dan niet ieder bedrijf datagedreven beslissingen? Daarvoor kijken we opnieuw naar het onderzoek wat ik al eerder aanhaalde van Davenport en Renenke. Zij bespreken ook de ervaren uitdagingen van de respondenten. En dan zien we eigenlijk telkens dezelfde redenen of uitdagingen terugkeren wanneer het aankomt op de implementatie van
projecten waarbij enige vorm van kunstmatige intelligentie is betrokken. We zien bijvoorbeeld dat bijna de helft van de ondervraagden zegt: het is zo lastig te integreren in bestaande processen en systemen. Nou, als u ondernemer bent en voor uzelf nagaat, hoe zie ik dit voor me? Dan kan ik me voorstellen dat u ook denkt: het is niet zo eenvoudig om nieuwe AI-gedreven projecten te integreren in wat we altijd al deden. Nou, ik zal ze niet allemaal één voor één langslopen, maar wat je ook ziet is dat managers vaak niet begrijpen wat de technologieën zijn en als ze weten wat deze technologieën zijn, hoe deze technologieën werken. We zien ook staan dat ruim een derde zegt: het lukt eigenlijk niet om voldoende mensen aan te trekken met de juiste expertise. Dus zij die weten hoe er met de technologie gewerkt moet worden. Nou, dit zijn zomaar wat uitdagingen en redenen waarom het zo zou kunnen zijn dat nog lang niet ieder bedrijf aan datagedreven besluitvorming doet. Dit zien we deels ook terug in ander onderzoek. Wie wel, wie niet. We zien op basis van dit onderzoek dat datagedreven besluitvorming men vooral ziet in organisaties die zich kenmerken door de volgende drie voordelen, zou je kunnen zeggen. Dat is ten eerste bedrijven waarbij managers bewust zijn van de mogelijkheden. Dus meer specifiek betekent dat managers die een zekere mate van data-analytisch denken hebben, hebben zij kennis van de technologieën die beschikbaar zijn, momenteel in het bedrijf, en zo niet van de technologieën die eventueel toepasbaar zijn binnen het bedrijf, maar dat gebeurt tot op heden nog niet. Weten ze hoe deze technologieën werken? Weet men wat data science is en wat de mogelijkheden daarvan zijn? Ik hoop overigens dat dit praatje daar enigszins aan bijdraagt. Zo niet, dan vast later vandaag. Dus stay tuned, zou ik zeggen, ook na deze lezing. Ten tweede, aanvullende investeringen. En dan hebben we het over enerzijds investeringen in de juiste infrastructuur, dus de eerder genoemde informatiesystemen en informatietechnologie. Maar anderzijds ook investeringen in de juiste expertise onder het personeel. Dat kan enerzijds betekenen bijscholing van het huidige personeel. Dat kan ook betekenen het aantrekken van nieuw personeel met de juiste expertise. Ten derde, de omvang van de organisatie. U kunt zich voorstellen dat hoe groter de organisatie, hoe makkelijker het is om data science toepassingen of AI toepassingen te implementeren in de organisatie. Dit is het gevolg van schaalvoordelen. Wat je over het algemeen ziet is dat grotere organisaties beter in staat zijn om zowel het fysiek kapitaal, dus machines, maar hardware, software aan te trekken, maar ook het menselijk kapitaal, dus de benodigde expertise en vaardigheden. Dit wil echter niet zeggen dat kleinere bedrijven of middelgrote bedrijven, MKB'ers, start-ups, jongere bedrijven, niet in staat zijn om data science toe te passen. Dit zal dan echter soms wat lastiger zijn om de benodigde middelen aan te trekken. En het zal ook op een kleinere schaal zijn. Maar zelfs voor die kleinere bedrijven is er winst te behalen. Daar kom ik zo meteen ook nog wel even op terug. Als we dan teruggaan naar de aanvullende investeringen, en dan met name de aanvullende investeringen in personeel met de juiste expertise, dan heb ik goed en slecht nieuws. Dit is een rapport van het World Economic Forum, wat ruim een week geleden is gepubliceerd. Dus dit is vers van de pers, zo gezegd. En het rapport, links ziet u de titelpagina, dat is The Future of Jobs Report 2020. En rechts zie je de eerste van twee pagina's van het zogenaamde landenprofiel van Nederland. En daarin zien we eigenlijk dat bepaalde functies en vaardigheden in opkomst zijn, steeds meer gevraagd worden door organisaties. Met andere woorden, u concurreert wel met een hele hoop andere bedrijven die op zoek zijn naar dit type student. Eigenlijk het type student dat Jets opleidt, zou je kunnen zeggen. Als ik daar wat meer op inzoom, dan zie je aan de linkerzijde technology adoption. U ziet dat ongeveer zo'n 90% van de respondenten, wat managers zijn van Nederlandse bedrijven, aangeeft dat ze in het verleden, in het recente verleden, de volgende technologieën hebben geadopteerd. Dus hebben aangekocht, zou je kunnen zeggen. Nou, dat zijn technologieën op het gebied van big data analytics, internet of things en connected devices, maar ook kunstmatige intelligentie, zoals technologieën omtrent machine learning, neurale netwerken
en natural language processing. Vanzelfsprekend vertaalt zich dit in een grotere vraag naar expertise op dat vlak. En dat zie je dus ook in de zogenaamde emerging job roles of de emerging skills. Dat zijn functiebeschrijvingen, vaardigheden die in trek zijn en steeds meer in trek zijn. Nou, met stip op 1 data-analisten en data-wetenschappers. Maar ook specialisten in kunstmatige intelligentie en machine learning. Ook specialisten in big data. En wat ook grappig is, is dat je ziet dat data entry clerks, dus eigenlijk de medewerkers die handmatig data verwerken in systemen, dat dat nou juist een functie is die eenvoudig te automatiseren is. Dus dat is juist een functie die vroeg of laat zal verdwijnen. Als we kijken naar de emerging skills, ja, dan zie je dus dat analytisch denken, innovatie, creativiteit, originaliteit, initiatief nemen, gebruik van technologieën, het ontwerp van technologieën, dat zijn typisch vaardigheden die in toenemende mate gevraagd worden. Kortom, op de arbeidsmarkt zult u moeten concurreren met een hele hoop andere bedrijven die deze type personen willen aantrekken. En helaas, wij als JETS kunnen maar een bepaald aantal studenten op de arbeidsmarkt afleveren aan het eind van ieder jaar. Dus wees er vroeg bij, zou ik zeggen. Dan, een stukje zogenaamde resource theory. Ook wel middelentheorie in het Nederlands genoemd. Dat vindt met name zijn oorsprong in het werk van Jay Barney in de jaren 80-90 van de vorige eeuw. Neem allereerst deze quote. Ik lees hem voor je op. De best mogelijke manier waarop zowel ondernemers als ook bestaande organisaties of managers van bestaande organisaties een duurzaam concurrentievoordeel kunnen behalen, is door controle over waardevolle middelen. Dus het gaat hier over waardevolle middelen. En waar we tot op heden hebben gesproken over datagedreven besluitvorming en de mate waarin dat een beter bedrijfsresultaat tot gevolg kan hebben, dit is echt iets fundamenteel anders. Wil je echt een duurzaam concurrentievoordeel behalen ten opzichte van uw concurrenten, dan gaat het niet meer over het incrementeel verbeteren van uw bedrijfsresultaat op basis van datagedreven besluitvorming. Dan gaat het echt over data of de capaciteit om te werken met data als bedrijf, als een waardevol middel. Dan uiteraard dringt de vraag zich op, wanneer kunnen we middelen zien als waardevol? Of meer specifiek, wanneer is data of het gebruik van data of het vermogen van een bedrijf om deze data goed toe te passen een waardevol middel? Daarvoor moeten we ons dus baseren op het werk van Jay Barney, zogezegd. En wat hij zei is dat een middel waardevol is als het voldoet aan de volgende 4 criteria. Ik loop ze 1 voor 1 met u door. Allereerst, waardevol. Is het niet waardevol, dan bevindt u zich in een concurrentienadeel en uw bedrijfsresultaat zal ondergemiddeld zijn. Is het wel waardevol, maar is het niet zeldzaam? Met andere woorden, bezitten een hoop andere bedrijven of meer specifiek concurrenten hetzelfde middel, dan bevindt u zich in een gelijkwaardige concurrentiepositie en zal het bedrijfsresultaat gemiddeld zijn. Is dat erg? Niet per se, maar wellicht streeft u naar een tijdelijk of misschien zelfs wel een duurzaam concurrentievoordeel. In dat geval zal uw middel zowel waardevol als zeldzaam moeten zijn. Als het dan niet na te maken is, niet na te maken, dus het is wel na te maken of deels na te maken, is het imiteerbaar, dan kunt u een tijdelijk concurrentievoordeel behalen, maar dan zult u snel zien dat concurrenten het na gaan maken of deels na gaan maken en dan verdwijnt dat concurrentievoordeel weer. Dat geldt ook voor de situatie waarin het middel te vervangen is. Dus als het middel te vervangen is, dan kunt u tijdelijk een concurrentievoordeel behalen, maar dan zult u zien dat bedrijven iets vergelijkbaars namaken, niet direct imiteren, maar iets wat wel uw voorsprong teniet doet, zo gezegd. Conclusie: alleen wanneer uw middelen waardevol zijn, zeldzaam, niet volledig na te maken of niet na te maken en niet te vervangen, kunt u een duurzaam concurrentievoordeel behalen.
Dan zult u denken, wanneer is dat dan het geval? Als we teruggrijpen op data of het toepassen van data science. Ja, dat laat zich wat lastig uitdrukken in generieke termen. Maar ik daag u uit om daar wat dieper over na te denken. Wanneer kan het nou zo zijn dat ik als bedrijf zinvolle dingen doe met data of data science, die gezien kunnen worden als waardevol, zeldzaam, niet volledig na te maken en niet te vervangen? Ik kan daar nog wel iets meer over zeggen. Dat zien we op deze slide. Dit is een recent onderzoek van onder andere de Boston Consulting Group. En zij hebben eigenlijk gekeken naar het rendement op investering in kunstmatige intelligentie. En dan ziet u eigenlijk dat wanneer je als bedrijf u zich al bevindt in de fase van het ontdekken van AI, dus helemaal links in de figuur, discovering AI, dan is er al een kleine kans dat u significante financiële voordelen zult behalen op basis van dit project waarbij kunstmatige intelligentie is betrokken. Maar uiteraard streeft u naar meer. En dat is wanneer je wat meer naar rechts opschuift in de figuur. Neem nu het blokje Building AI. Dan zie je dat deze kans daarop op een substantieel rendement op uw investering toeneemt tot 21%. Nou, wat je daarvoor moet doen, dat is het op orde hebben van de basis. En dan grijp ik weer terug op wat ik eerder zei. Dat is enerzijds goede, consistente dataverzameling en analyse. De juiste technologieën daarvoor en weten wat er met die technologieën mogelijk is. Maar ook uiteraard het juiste personeel met de juiste expertise en vaardigheden om zinvolle dingen te kunnen doen met die data en technologieën. Het wordt pas echt interessant wanneer je als bedrijf nog verder naar rechts gaat. Maar vergis u niet, dat vergt wel echt significante investeringen. Dat is ook een weg van de lange adem. Dat vergt geduld en flexibiliteit. Dat is ook een conclusie die de onderzoekers achter dit rapport trekken. Dat is eigenlijk weggelegd alleen voor de bedrijven die daar al gedurende langere tijd mee bezig zijn en structureel aan het verweven zijn binnen hun organisatie. Ik zou willen zeggen, bent u ondernemer en herkent u zichzelf in een van deze fases? Denk dan goed naar waar sta ik in die fase en kan ik de volgende stap zetten naar die fase. Dus ik zal even een concreet voorbeeld geven. Bent u wel op de hoogte van wat data science is? Wat het kan? Verzamelt u al actief data op een gedegen wijze? Dan klinkt het alsof u zich bevindt in de categorie het ontdekken van AI. Het eerstvolgende wat dan nodig is, is het nog beter op orde brengen van het verzamelen van die data. Het vergt investeringen in de juiste technologieën. Het vergt investeringen in het juiste personeel. Die zinvolle dingen kunnen doen. Dan begeef je je in de categorie waar staat Building AI. Dus dan ben je al enigszins zaken aan het bouwen met AI. Enzovoort. Een duurzaam concurrentievoordeel, om daar even op terug te komen, dat lijkt je alleen te kunnen bereiken wanneer je structureel bezig bent met hoe je AI kunt verweven in organisatie. Met andere woorden, hoe je veel meer rechts op deze figuur zult zitten. Dat brengt mij tot de slotconclusies, zou je kunnen zeggen. En de kernboodschappen van deze lezing. Allereerst, ik heb u verteld dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het juist implementeren van datagedreven besluitvormingsprocessen het bedrijfsresultaat verbetert. Juist staat hier cursief, omdat het natuurlijk nogal vaag en generiek is. Dat geef ik direct toe. Maar het valt ook niet mee om dat meer specifieker te maken. Simpelweg omdat het voor ieder bedrijf anders is. Verder heb ik ook gezegd dat dit wetenschappelijk onderzoek nog relatief schaars is. En nog niet echt heel erg overtuigend, maar het lijkt dat empirisch bewijs de theorie bevestigt. Ten tweede, ik heb ook laten zien dat juist deze bedrijven met deze kenmerken aan datagedreven besluitvorming doen. Dat zijn bedrijven die enerzijds managers hebben die zich bewust zijn van de mogelijkheden, maar ook aanvullende investeringen doen in technologie en expertise. En drie, doorgaans een grotere omvang hebben. Dat laatst genoemde
Dat wil echter niet zeggen, en dat wil ik nog eens benadrukken, dat kleinere bedrijven zoals MKB'ers of startups de ongekende mogelijkheden van data science niet kunnen benutten. Er zijn hele goede voorbeelden van wat kleinere bedrijven die ook heel zinvolle dingen doen met data science. En ik denk dat daar ongetwijfeld interessante voorbeelden de revue zullen passeren in het hierna volgende uurtje, dus blijf zeker hangen. Punt is hier dat ook kleine bedrijven de mogelijkheden van data science zeker niet moeten onderschatten. Ze hebben hooguit wat meer moeite om de juiste technologieën en talent aan te trekken. Verder daag ik iedereen uit die deze lezing heeft bijgewoond om na afloop van deze lezing dieper na te denken over welke winst er nog voor zijn of haar bedrijf is te behalen wanneer het aankomt op de toepassing van data science. Ik kan me voorstellen dat u op zoek bent naar concrete voorbeelden. Nogmaals, blijf hangen, want die zullen ongetwijfeld volgen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder bedrijf aan een bepaalde toepassing van data science kan toekomen, mits het bedrijf de juiste dingen doet. Dat houdt in. Wanneer managers, ondernemers zich bewust zijn van de mogelijkheden, wat er allemaal mogelijk is met data science, en de daarvoor benodigde aanvullende investeringen doen, alleen dan kan de aanhoudende belofte van data science voor ondernemers echt worden ingelost. Ik dank u voor uw aandacht en ik ben benieuwd of er in de tussentijd bepaalde vragen zijn binnengekomen. Ongetwijfeld, dan ben ik heel erg benieuwd hoe ik deze kan beantwoorden. De eerste vraag die gedurende de presentatie binnen is gekomen. Hoe weet je dat analyse van big data betrouwbare resultaten oplevert? Waarop kan je vertrouwen bij het nemen van beslissingen? Nou, dat is een hele goede vraag. Het zou prettig zijn als de vraag nog steeds op het scherm zou kunnen verschijnen. Dan kan ik hem nog eens nalezen. Wat kan ik daar generiek over zeggen? Big data is over het algemeen data die je binnenkrijgt op basis van meerdere bronnen. Een grote verscheidenheid aan bronnen. Dus dat is vaak messy, zou je kunnen zeggen. Dus het is van het grootste belang dat je deze data consistent binnenhaalt, op de juiste manier labelt, op de juiste manier opslaat, dat iedereen die daarmee werkt ook weet om welke data het gaat. Weergeeft, waar de data vandaan komen, dat soort dingen. Dus met andere woorden, je zult structuur moeten aanbrengen in deze grote brei van data. Wat in die big data is nu een waardevolle variabele, zo gezegd? Wat is nu een verband dat je kunt leggen, wat een zinvol verband is voor het doel dat u nastreeft? Met andere woorden, om op de vraag terug te komen, ik kan niet zo zeer zeggen in generieke zin wanneer weet je nu dat dat betrouwbare resultaten oplevert. Dat hangt heel erg af van hoe u de big data binnenhaalt en hoe u de analyses daarop uitvoert. Maar wat ik wel kan zeggen is, doe dat juist op een consistente manier. Probeer zinvolle dingen te maken van die grote brei aan data. Volgende vraag. Wat zijn de mogelijkheden van data science bij de overheid ten opzichte van het bedrijfsleven? Ook een interessante vraag, want mijn lezing heeft zich inderdaad vooral gericht, dat moet ik toegeven, op het bedrijfsleven. Maar dat is, ik zou het breder willen trekken inderdaad. Het gaat over organisaties en niet alleen private bedrijven, maar ook de publieke sector verzamelt natuurlijk data. Dan kun je denken aan data afkomstig van sensoren in het smart city domein. Dat is een eerste voorbeeld wat me te binnen schiet. Dat doen vele steden al actief. Het smart city domein houdt in dat er allerlei sensoren, bijvoorbeeld in de publieke omgeving, data verzamelen. Nou, wanneer je dat doet als overheid zijnde, dan kun je natuurlijk daar ook interessante dingen mee doen. Denk aan het voorspellen van bepaalde verkeersstromen. Het voorspellen van waar grote groepen mensen, menigte tijdens grote evenementen, zich bevinden. Nou, dit lijkt me een uitgelezen moment om daar aan te werken. Tot het weer mogelijk zal zijn.
Maar met andere woorden, ook een overheid kan inderdaad heel goed data science talent gebruiken. Om vergelijkbaar zinvolle dingen te doen met data die zij binnenhalen. Zeker weten. Een derde vraag. Ik laat hem even rustig verschijnen op het scherm. De derde vraag luidt, welke mogelijkheden zijn er voor dienstverlening of consultancy organisaties? Ook een goede vraag. Je zou kunnen zeggen, als ik denk aan de studenten van JETS, als zij afstuderen en waar zij terecht kunnen komen, dan zijn er eigenlijk grofweg 4 opties. Dat is enerzijds, ze worden zelf ondernemer. Dus ze beginnen een start-up op het gebied van data science. Ze treden in loondienst. Dat kan in de private sector. Dat kan ook in de publieke sector. En binnen die private sector heb je natuurlijk consultancybedrijven waar ze terecht kunnen komen. Dat zie ik toch als een soort van aparte tak. Daar waarbij je in dienst treedt bij een groot bedrijf wat geen consultant is. Ja, daar kun je natuurlijk ook ondernemend actief zijn als werknemer en zinvolle dingen doen met data science binnen dat bedrijf. Maar als consultant heb je eigenlijk een andere taak. Consultants worden ingehuurd door bedrijven in het bedrijfsleven die zelf de juiste kennis nog niet bezitten en in dienst hebben. Dus op het moment dat een data scientist bij een consultant aan de slag gaat, dan kunnen zij diezelfde zinvolle dingen doen namens de bedrijven die ze inhuren. Dus ja, welke mogelijkheden zijn er voor dienstverlenende consultancyorganisaties? Ja, dat zijn eigenlijk 2 type organisaties, maar laat ik me focussen op consultancyorganisaties. Het lijkt me ook voor hen van groot belang dat ze voldoende data science talent binnen weten te halen. Dat gebeurt ook al op grotere schaal, zo weet ik. Denk aan Deloitte. Omdat bij deze consultancyorganisaties de vraag ook enorm zal toenemen naar jongens, hebben jullie data scientists in dienst die zinvolle dingen voor ons kunnen doen? Want wij hebben ze niet. De volgende vraag. Wat is data cleansing in deze? Dat is een beetje lastig beantwoorden zonder te weten wanneer deze vraag precies is gesteld. Maar ik kan me voorstellen dat het gaat over het op orde brengen van de data op de juiste momenten. In algemene zin is data cleansing het verwerken van data totdat je er enige structuren hebt aangebracht, zou je kunnen zeggen. En dat vergt vaak, laat zeggen, 80% van de tijd. De daadwerkelijke zinvolle analyse gebeurt dan in de resterende tijd. Dus dit is arbeidsintensief vaak. Zeker op het moment dat je een grote verscheidenheid aan data binnenhaalt en dat niet op de juiste consistente manier hebt gedaan. Dan is dit een enorm tijdrovende fase. Dus ik zou zeggen aan de voorkant moet u zorgen dat het beter op orde is. We zeggen wel eens rubbish in, rubbish out. Dus dat wat je in een model stopt, dat komt er ook uit. Zorg dat het aan de voorkant goed geregeld is. Al dan niet na een grote ronde data cleansing, zou je kunnen zeggen. En dan komt er ook zinvolle output uit. De volgende vraag. Die luidt, heb je tips voor het inzetten van AI voor individuele medewerkers? Er komt nog een subvraag aan. Is daar per se software voor nodig of zijn daar per se apps voor nodig? Nou, uiteraard niet per definitie. Het ligt eraan wat bedoeld wordt met het inzetten van AI of kunstmatige intelligentie. Individuele medewerkers kunnen denk ik op zichzelf niet zoveel bereiken. Als ze onderdeel zijn van een grotere organisatie, dan zullen ze altijd leidinggevende middelmanagers of topmanagers mee moeten krijgen. Dus zie ook wat ik eerder zei, dat zij zich bewust moeten zijn van de mogelijkheden van data science. Alleen zij zijn beslissingsbevoegd en hebben de autoriteit om de juiste
middelen aan te schaffen, maar ook om tijd te verstrekken aan die individuele medewerker. Ik denk dat je als individuele medewerker niet zoveel kunt bewerkstelligen zonder die hulp of ondersteuning van leidinggevende. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen is, bent u nu zo'n individuele medewerker en bent u zich bewust van de mogelijkheden van data science en ziet u dat het binnen uw organisatie nog niet volwaardig wordt benut, stap eens naar uw leidinggevende en zeg, ik heb een idee, maar als gezegd, kom met onderbouwing, want anders is het slechts één van de vele meningen. De laatste vraag. Welke expertise heb je nodig voor data cleansing? Ja, dan kom ik weer terug op de vaardigheden die je nodig hebt. Onderdeel zijn van het lijstje met emerging skills. Dus vaardigheden die in toenemende mate gevraagd worden door bedrijven. Dat is analytisch denken, creatief denken, kennis van het ontwerp van technologieën, hoe technologieën werken, kennis van bepaalde software of hardware die data binnenhalen, waarmee je de data kunt analyseren. Ja, dat soort vaardigheden. En dat zijn dus vaardigheden die echt in toenemende mate gevraagd worden door bedrijven. Dus dat is zeer competitief op de arbeidsmarkt, zou ik zeggen. Ja. Dan rest mij u te bedanken voor de aanwezigheid. Ik weet niet hoeveel van u van begin tot eind hebben meegekeken. Maar ik hoop dat het allemaal duidelijk was. Bedankt voor uw vragen. Deze waren zeker spot on. En blij dat ik nog wat onduidelijkheden heb weg kunnen nemen. En ik zie u graag terug. Hopelijk ooit in levende lijven, bijvoorbeeld bij mijn werkgever Jets. Hartelijk dank. Welkom kijkers bij het webinar Kansen van Data gestuurd ondernemen. Speciaal welkom ook aan Mark Duizer, Kerkulinair. Aan Daan Schapendonk van Fruitfunk. Hier aan mijn rechterzijde hebben we Jeroen de Haas van Avans. En net binnengewandeld, maar net op tijd, is Marijn van Aalen van Florijn. Dus super welkom. En in the air is ook nog bij ons aanwezig van Jats Daan Kolkman. Dus nou ja, in ieder geval welkom allemaal. En ik wil eigenlijk graag even ook mezelf voorstellen. Mijn naam is Marcel Lambrecht. Ik ben voorzitter van het stichting Platform Driven by Data. En daarnaast ben ik directeur bedrijven bij de Rabobank in Den Bosch. Vanaf 1 juli dus voorzitter van de stichting. En ik wil graag even terugkijken van waar de stichting vandaan komt en waar we nu staan. Vanaf 2017 heeft Rabobank in samenwerking met VNO-NCW een onderzoek gedaan naar de economische kracht van Den Bosch. En wat als belangrijkste conclusie uit dat onderzoek naar boven kwam, is dat data een hele belangrijke factor is om de economische ontwikkeling en de concurrentiekracht van de Bosse bedrijfsleven naar de toekomst toe in stand te houden en te verbeteren. Dat is de reden dat in 2018... het platform is opgericht. Het platform Driven by Data is opgericht toenertijd door VNO-NCW, de BIM, de Rabobank, maar ook in samenwerking met Avans, de JATS, maar ook met gemeente en provincie. En de belangrijkste motivatie om dat neer te zetten was in die tijd om het voor ondernemers laagdrempelig te maken, om kennis te maken met data en om die data door te vertalen in hun bedrijfsvoering naar de toekomst toe. Nou, vanaf 2018 heeft het platform zo'n 100 klanten geholpen, waarvan 160 projecten gedaan. Dat is echt heel goed werk, wordt ook hoog gewaardeerd door ondernemers. Maar in het ogen van het platform is dat eigenlijk nog veel te weinig. En dat brengt ons ook een beetje naar het heden. Waar is het platform op dit moment mee bezig? Wij zijn op dit moment bezig met een stimuleringsplan die we in samenwerking met Rabobank hebben opgezet. En Rabobank is in dit geval de banken in Midden-Brabant. Dat hoort bij Sabommel, Den Bosch, Os, Oosterwijk, Tilburg en Waalwijk. En vanuit die omgeving hebben we het plan opgepakt om ondernemers te gaan stimuleren. Stimuleren om kennis te maken met data en wat er doorvertaald kan worden naar hun bedrijfsvoering toe, naar de toekomst toe. En dat impliceert dat wij als Rabobank foutjes ter beschikking gaan stellen aan klanten. Maar daarnaast hebben we ook nog een product ontwikkeld. En dat product is in samenwerking gegaan met de Europese Investeringsbank. En die is vooral gericht om investeringen in digitalisering makkelijker te maken.
Dus ondernemers, als je kijkt, zoek je lokale plaatselijke bank op of ga naar het platform Driven by Data en kijk hoe je daar gebruik kunt maken van het stimuleringsplan en vouchers naar je toe te trekken. Dat is een van de activiteiten die het platform heeft opgezet. Twee, wat belangrijk is om te noemen, is dat platform nadrukkelijk betrokken is in de regio-deal Noordoost-Brabant. En dat is een project datagedreven AgriFood Regio. Dat doet zij samen met het JATS en met het Datalab AgriFood Bedrijven, wat gekoppeld is aan de HAS. Dat project gaat starten einde dit jaar. Wij schatten in november, december en zal lopen tot 2024. En zal heel impactvol zijn. Dus wij zijn ook heel trots erop dat we als platform daarop een bijdrage aan kunnen leveren. Nou, tenslotte is het platform op dit moment druk bezig om de samenwerking in de regio Brabant te stimuleren. Dat doet zij onder andere door met Midpoint Smart Services, met Rewin en met Brainport gesprekken te voeren om te kijken hoe kunnen we dat nou optimaliseren, die investering in data en naar ondernemers toe. Maar we doen het ook door expertbedrijven te koppelen aan het platform. En dit allemaal met het doel om het zo laag mogelijk drempelig voor ondernemers te maken. Om kennis te maken met smart data en de doorvertaalslag naar het businessmodel toe. Dus dat is even een nutshell waar we staan als platform en wat we aan activiteiten hebben ontwikkeld. We willen het echt dit jaar een flinke impuls geven, ook naar 2021 toe. COVID heeft ons daar nog een beetje in geremd. Maar wat nog mooier is, denk ik, om vandaag hier aan tafel met elkaar te bespreken, is de praktische ervaringen die ondernemers hebben gehad. Nou, we beginnen zo met Mark Duizer en met Daan Schapendonk over jullie bedrijven. Nou, Mark is van Care Culinaire. Ik heb me even erbij gezocht, opgericht in 2012, Mark. Ja, klopt. Winnaar van de beste ondernemersvisie trofee AgriFood en Healthcare in 2014. En jouw missie van jouw bedrijf is een gezonder en gelukkig leven voor alle cliënten. Daar draait het om bij Care Culinaire. We ondersteunen, trainen en motiveren zorgorganisaties om goede voedingsconcepten te realiseren. Onze voedingsconcepten leiden tot gedragsverandering. Hierdoor halen zorgverleners nog meer voldoening uit hun werk en wordt voedselverspilling sterk teruggedrongen. Wat niet op het bord blijft liggen, dat wordt opgegeten. Dat is de missie van Care Culinaire. En even heel kort naar Daan, voordat we de eerste vragen gaan stellen. Daan die heeft zijn bedrijf in 2014 opgericht. En ik heb me even van jullie website opgezocht. Een verantwoord alternatief voor snoep en snacks. Extracten van fruit worden optimaal 98% gebruikt. Dat is echt heel hoog. Waardoor de vezelstructuur in de producten overeind blijft. Hiermee beter ten aanzien van de snelheid van suikeropname. Dus volgens mij gaat dat langzamer, waardoor je minder hyperactiviteit hebt. Kortom, een gezonder alternatief voor snoep. En het product wordt wereldwijd verkocht. Succesvol in Scandinavië. En volgens mij heb je ook een partnership met Disney lopen. Dus dat is heel mooi. Ik wil nu eerst naar jou, Mark, om de vraag te stellen. Hè? Want we zitten hier natuurlijk ook om andere ondernemers te inspireren. Tenminste, ja. Dat lijkt mij wel. Kun je eerst iets meer vertellen over je bedrijf, maar ook in combinatie met data en jouw bedrijf? Ja. Wij zitten natuurlijk primair in de zorg. Op dit moment hot topic COVID. Wij leiden op dit moment heel veel zorgondersteuners op. Die de zorg eigenlijk echt ondersteunen op het gebied van eten en drinken. De data voor ons, en dan loop ik eigenlijk een stukje terug, is voor ons belangrijk omdat we een goed inzicht willen krijgen in voedselverspilling. En waarom voedselverspilling? Enerzijds een hoge kostenpost, 200 miljoen op jaarbasis binnen de zorg. Alleen wij zien dat ook direct gekoppeld aan ondervoeding. Als je een stukje ondervoeding kijkt, dan heb je het over 1,8 miljard aan kosten op jaarbasis. En eigenlijk is ondervoeding ook het stuk wat te maken heeft met kwaliteit van leven verbeteren. En ervoor te zorgen dat mensen gewoon fysiek sneller herstellen. Ja, dus daar hebben we gewoon heel veel in te winnen. En daarin zien we dat data voor ons steeds belangrijker wordt. Enerzijds om het meetbaar te maken en aan te tonen wat er speelt. En anderzijds analyseren wij onze trainingen, de mensen die we trainen. Om te kijken waar hebben ze extra hulp nodig om voor te zorgen. Dat zij voor hun cliënten, voor hun bewoners, het meest ideale maaltijd op tafel kunnen zetten. Ja. Dus het is best impactvol. Dus ook de data die je daar, zeg maar, wat je net ook benoemde, dat is ook... Ja, die wordt belangrijker. Want het verhaal is mooi. En dat kan ik wel met heel veel enthousiasme vertellen. En je krijgt ook steeds meer de vraag, ja, welke impact heeft dit en wat levert het op? En juist dat opleveren, het laten zien en eigenlijk ook werken naar return on investment. We zijn vaak binnen het eerste jaar hebben we onszelf al terugverdiend.
Zie je dat, dat het maatschappelijke deel ook gewoon steeds belangrijker wordt. Ja, dank. Daan, hoe is dat voor jou? Als je kijkt, kun je iets meer vertellen over je eigen bedrijf en ook een beetje een link leggen naar data? Jazeker. Nou ja, wij maken dus verantwoorde snoepjes en snacks. Die komen in de supermarkt te liggen, hè, en die gaan naar de consument toe. Het is voor ons natuurlijk gewoon heel erg interessant om te weten hoe vaak kopen consumenten deze snoepjes. Is het dezelfde consument? Is het een andere consument? In welke regio worden ze het beste verkocht? Zo zien we bijvoorbeeld dat de randstedelijke omgeving een veel betere markt bijvoorbeeld is voor onze snoepjes op dit moment dan toch de dorpsomgeving of de omgeving met mindere bewoners, zeg maar. Ook heel simpel gezegd, we hebben een website. Hè? Hoe bereik je die consumenten? Hoe ga je ervoor zorgen dat je social media optimaal is en je advertenties optimaal zijn, zodat je zo hoog mogelijke conversie gaat krijgen? Ja, dat is interessant. Kijk ook, die vraag had ik misschien al eerder moeten stellen, maar we zijn net begonnen. Jullie hebben allebei gewerkt met het platform Driven by Data. En ze hebben ook samengewerkt met Avans en met het JATS MKB Data Lab. Kun jij mij iets meer vertellen hoe daar de aanleiding toe is geweest? Zijn ze naar jou toegekomen of ben jij zelfstandig op zoek gegaan, Mark? Ja, wij zijn, je gaf het natuurlijk net al aan, we hebben de beste ondernemingsvisie 2014 hebben gewonnen. Dat was een van de aanleidingen was daarvan dat we naar Den Bosch zouden moeten verhuizen. We zaten in Gelderland, dus dat hebben we toen gedaan. We waren een van de eerste huurders van de Gemfabriek, de BIM. En natuurlijk als een van de belangrijke partners erin, de Rabobank, een partner. En door het winnen van de BOF-trofee waren we in aanraking gekomen door de BZW, nu de VNO-NCW. En daar hebben we eigenlijk met alle drie altijd een heel goed contact gehad. Wij hadden niks met data, totdat iemand dan gaat kijken en die zegt, wat heb je? Ik zie Daan, zie ik daar in beeld. Toen kwam ik in gesprek met Daan Kolkman. En toen werden we eigenlijk heel enthousiast, omdat wij gewoon de eerste lijns ruwe data binnenkrijgen van heel veel grote bedrijven, waarin wij gewoon de analyses kunnen doen. Ja, maar werd jij nou op het spoor gezet, zeg maar, door alle partners die jij net noemde in de Gemfabriek? Of heb jij zelf het contact kunnen vinden met... Nee, het is eigenlijk, wat je als eerste schetst, is door het te praten en het bij elkaar zitten. En daar was de Gemfabriek natuurlijk ook wel voor, om te kijken wat doe je met de verschillende expertise's die er zijn. Werden we eigenlijk in contact gebracht met het JATS. Van wat zouden we daarmee kunnen doen? Nou, dat ging voor onze hele wereld erover. Sterker nog, we zijn nu ook veel bezig met de digitale werkplaats met Jeroen. En elke dag is het voor ons weer nieuw en dan worden we gelukkiger. Ja. En hoe was dat voor jou, Daan? Ik ben gedwongen. Nee, het is bij ons eigenlijk op een andere manier gegaan. Omdat we zelf eigenlijk van mening waren dat wij nog helemaal geen data hadden waar überhaupt iets mee gedaan kon gaan worden. Dus bij ons is het echt van scratch af aan gebouwd. Ook onderdeel van de Gemfabriek, hè, dat is een foodhub hier in Den Bosch waar je als ondernemer in de voedselbranche kunt samenkomen. Van elkaar kunt leren, daar ken ik Mark dus ook van. Ja. Hij heeft ook de Bosch Investeringsmaatschappij daar haar aandeel in natuurlijk. En vanuit die kant ben ik benaderd. Gekoppeld aan de Rabobank, dus waar je het net over had met die vouchers. Ja. Hebben we gewoon gekeken van waar zouden raakvlakken kunnen zijn. Want wij denken dat het iets voor Fruitfunk kan zijn. Waar ik echt dacht van, dat kun jij wel denken, maar je zit er echt volledig naast. En zo zijn we het eerste gesprek ingegaan. Ja, dat is wel grappig. Hè? Dus eigenlijk wat je zegt, ik ben eigenlijk niet eerst zelf op pad gegaan. Ik ben met mensen in gesprek gekomen. En daarna zijn pas het vonkje overgeslagen. Ja, dat heeft ook nog wel even geduurd. Toch wel. Omdat je moet daarnaast kom je met mensen in aanraking die zeggen van... ik heb het daar met Daan ook vooraf over gehad. Want Daan en ik kende elkaar en ik had contact met een collega van Daan. Van waar zijn de raakvlakken? Hè? En omdat we nog heel weinig data hadden, moest er een andere insteek komen met hoe je met ons bedrijf zou kunnen werken. Dus er is echt meegedacht en er is echt gebrainstormd over van, wacht eens even. Ja. Hier valt dadelijk wel heel veel uit te halen. Alleen jullie basis moet gewoon gelegd worden. Ja. En dat is waar ik op aan ben gegaan. Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te horen, hè? Eigenlijk van beide van jullie. En wij zijn natuurlijk met platform nu ook bezig om het meer te gaan stimuleren. We noemen het ook echt stimuleringsplan, maar dat lijkt ook wel een beetje nodig te zijn, hè? Om die eerste stap en die verbinding te kunnen leggen. Ja, je bent er natuurlijk helemaal niet mee bezig. Je bent natuurlijk met je basisdingen bezig. Daan en ik kennen elkaar natuurlijk al een tijdje vanuit de Gemfabriek.
Die zijn druk bezig met de snoepjes, zeg maar. En wij zijn heel druk bezig met wat doen we in de zorg. Ja. En je hebt eigenlijk helemaal geen tijd om over andere dingen na te denken. Ja. En dan zie je hoe belangrijk het is dat je natuurlijk in een setting zit... waarin een BIM, enerzijds de food hub met de jamfabriek... maar anderzijds met de grasso bezig zijn natuurlijk met het ICT en het data gebeuren. Ja. Ja, het is ook, je denkt ook heel snel van het is voor andere bedrijven die al veel verder zijn. Hè? Ja. Ja, ik zie mezelf nog steeds als een start-up. Ja. En dan denk ik van ja, later als we groot zijn en we hebben het voor elkaar... dan kunnen we gaan verbeteren door data te gaan analyseren. Maar ja, met die 200 inschrijvingen op mijn nieuwsbrief, ja, daar kom ik het toch nog niet. Nee. Dat was ook niet de insteek uiteindelijk. Hè? Dus nee. dat maakt het interessant. Ja. Hey, ik ga even een stapje naar jou maken, Jeroen. Hè? Want jij bent ook bij, in ieder geval bij Care Culinaire betrokken. Kun jij een beetje over jouw ervaring vertellen? Ja, Mark was eigenlijk een van de eerste waarmee we om tafel zaten. We waren net, we wilden low-key beginnen. Een paar bedrijven echt ook wat de aandacht geven. Dus Mark was een van de eerste waarmee ik om tafel zat. Benaderd door het platform die kwam met het voorstel. Eigenlijk ook heel gecharmeerd door het idee. Het sluit ook goed aan bij het HBO natuurlijk. Hè, want er was al wat werk gedaan door het JATS, het MKB Data Lab. En vervolgens was de vraag, ja, oké, hoe gaan we dat model wat daar ontwikkeld is nu vertalen naar de praktijk? En nou, dan zit je bij het HBO natuurlijk ben je aan het juiste adres. Dus we hebben daar studenten opgezet die juist veel meer bezig zijn met wie zijn de eindgebruikers? Hoe werkt het bedrijf? Hè, op welke punten hè, is er nou interactie tussen het bedrijf en ook die zorgverlener die Mark ook net in zijn verhaal ook wel centraal stelt. Hè. Die moet uiteindelijk ook dingen gaan doen. Nou, hoe betrekken we die daarbij? Hoe maken we het ook leuk? Hè? Hoe zorgen we ervoor dat het niet als een administratieve last voelt? Nou goed, dat is een heel stuk geweest dat je daarover nadenkt. En daarnaast hadden we ook informatica. En die kunnen kijken van ja, wat is er technisch mogelijk? Hè? We kunnen het bedenken, maar is het ook te realiseren? Nou, dat gebeurde meer door de informaticus. Dus ik denk dat het een hele mooie case was ook om zoiets juist naar de praktijk te brengen. Ja. En wat ik net ook hoorde, maar dat gaf jij net aan, dat JATS ook al eerder in contact was geweest. En dat uiteindelijk jullie zeg maar, de vervolgopdracht hebben opgepakt. Klopt. Kun je daar ook iets over vertellen hoe dat dan samenwerkt? Of heb je dan met het onderzoek wat JATS heeft gedaan iets meer kunnen doen? Ja, dat is eigenlijk het fundament geweest waarop wij zijn gaan doorbouwen. Dus het JATS heeft uitgebreid gesproken met Care Culinaire, heeft ontdekt, oké, wat is nou het soort data dat jullie willen gaan verzamelen? Gekeken naar de structuren die daarin zitten. En wij hebben vervolgens gekeken van hoe kunnen we dit nu als je dit nu in een applicatie wilt gaan zetten, zodat het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Oké, wat zijn dan? Waar kom je dan tegenaan? Hoe ga je dat vormgeven? En hoe ga je dat inbedden? Ja. Hey, en ik hoorde je net ook iets zeggen van Mark met zijn bedrijf eigenlijk een van de eerste bij jullie op de digitale werkplaats was. Wat hebben jullie voor ervaring opgedaan in de samenwerking met het bedrijf van Mark? Wat je weer bij andere bedrijven kunt inzetten? Heel veel. Het is een belangrijke leerschool geweest, juist omdat het een van de eerste projecten was. En je ziet eigenlijk al, wij zijn een school en daartegenover staat een bedrijf. Dat zijn hele andere werelden. Dus je moet ervoor zorgen dat je A, dezelfde taal spreekt en B, ook zorgt voor een goede verbinding met het onderwijs aan de ene kant, de digitale werkplaats die wij dan draaien en het bedrijf. Dus om die hele puzzel goed te kunnen leggen, en daar ook duidelijk in te zijn hoe die puzzel gelegd gaat worden. Ja, dat was echt een uitdaging. En dat is wel, dat is wel ook het fundament, niet alleen voor een datagedreven applicatie, maar ook is daar ook mee het fundament gelegd voor de digitale werkplaats. Oké, nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Dus jullie hebben elkaar ook een beetje kunnen helpen. Ja, dat waren ook de afspraken van tevoren. Kijk, wij wisten dat we een van de eerste waren. En zo spreek je wel met elkaar af, we gaan wel echt naar een product toe, want dat hebben we nodig. En de andere kant hebben we afgesproken, we weten dat we met studenten en met de school werken, dat voor de eerste keer. Ja. Dus de kans bestaat dat we gewoon lange tijd nodig hebben om tot een goed product te komen. Ja. En, nou ja, dat is een leerschool. Ja. En dat is ook leuk, het is hartstikke leuk om studenten gewoon zo gepassioneerd aan het werk te zien. Ja. Dat is mooi om te horen. Ik zit ook even, maar ik zie Daan niet heel goed, maar wel een beetje in mijn hoeken, Daan Kolkman. Ja. Misschien ook even goed om een reactie van jou te vragen. Want ik hoorde net Daan Schapendonk al iets vertellen. Van, ja, in het begin had ik eigenlijk helemaal niks met data. En ja, dan kom jij in één keer met een ondernemer aan tafel die je dan toch mee op weg wil helpen. Kun je daar iets over vertellen, over jouw ervaringen? Zeker, zeker. Superleuk om te doen. Ik denk, kijk, wat we gewoon vaker zien, en dat is bij Daan denk ik ook zo gebeurd. En voor de duidelijkheid, Daan heeft toen gesproken met mijn collega en mede-initiatiefnemer van het MKB Data Lab, Witsneem. Maar... veel ondernemers denken, oké, moet ik wel wat met die data? Is het wel wat voor mij?
dat maakt voor ons die eerste gesprekken ook wel heel uitdagend en vaak ook wel heel erg leuk. Omdat we samen met een ondernemer proberen te kijken, ja, is er voor jou meerwaarde te halen uit jouw data? Soms, als we die vraag stellen, dan krijgen we terug, ja, data, ik heb nog helemaal niks. Maar dan proberen we te werken vanuit een probleem die een ondernemer heeft, of een uitdaging die op dit moment voor de ondernemer actueel is. En proberen we samen te kijken van, is er nou data beschikbaar of kunnen wij met onze technieken dat probleem oplossen? En daarin zeggen we, dat hoorde ik Jeroen en Mark net ook, zeggen, ja, het begint eigenlijk bij de basis. Hè? Het kan zijn dat als je op dit moment nog helemaal geen data hebt, het advies van ons ook is van, nou, ga dan wat meer data verzamelen. Daar kunnen we dan ook wat tips geven. Dat is ook een beetje hoe het traject met Foodfunk is verlopen. Hè? En dat is eigenlijk denk ik heel indicatief voor heel veel ondernemers die bij ons komen. Ja, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, data verzamelen leidt tot datakansen. En vanuit die datakansen kun je eventueel weer je businessmodel verbeteren. Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja. Nou, dankjewel Daan. Even toch terug naar de andere Daan. Een van de vragen die ik had opgeschreven, en daar heb je al gedeeltelijk antwoord op gegeven volgens mij. Hè? Wat was je verwachtingspatroon als het gaat om het inzetten van het platform vooraf? Ja, dat was heel makkelijk. Dat was er niet. Dat was er niet, hè? Nee, dus dat is heel makkelijk. Hè? Het was gewoon volledig nul. Ja. En dat is ook wat je zegt, hè? Data gaat data verzamelen. Ja, je kunt niet zeggen van, oh nou, dan ga ik nu data verzamelen. Ja. Je moet wel weten wat je gaat verzamelen en waarom. Ja. Dus die probleemstelling is, wat wil je nou eigenlijk bereiken met je bedrijf? En hoe kan data daarin helpen om of om het te kanaliseren of om sneller bij je einddoel te komen? Want dat is natuurlijk wat je wil. Je wil sneller bij je einddoel. Ja. Als ondernemer wil je gewoon meer omzet draaien. Ja. Want dat is toch uiteindelijk waarom je een onderneming bent gestart. Wel om het levensvatbaar te maken of te houden. Ja. En daarin zijn we dus eerst gaan brainstormen van oké, maar wacht eens even. We zijn nu aan elkaar gekoppeld. Hè? We zijn even bij elkaar aan tafel gezet. Maar waarom eigenlijk? En dat is denk ik echt het beginpunt geweest. Ja. Eigenlijk met het antwoord wat jij geeft, dus waar het platform ook druk mee bezig is, is om te kijken of we meer met datacoaches kunnen werken aan de voorkant. Hè? Eigenlijk een beetje om de setting te creëren zoals jij nu bedoelt. En dat is ook wel een beetje het leereffect wat we uit jullie beide casuïstiek hebben opgepakt. En dat willen we ook echt meer gaan stimuleren. Ik denk dat op het moment dat jij een ondernemer wil overtuigen dat je van toegevoegde waarde kunt zijn en dat je wil dat een ondernemer uiteindelijk zijn portemonnee opentrekt, hè, om ook dit levensvatbaar te houden, want zo simpel is het natuurlijk gewoon. Dan moet je een ondernemer overtuigen waarom je van die meerwaarde bent. En dat kan alleen maar door echt één op één gesprekken te voeren. En te zeggen van oké, van wat is je uitdaging en waarin zouden wij van meerwaarde kunnen zijn? En soms zie je als ondernemer die meerwaarde vooraf niet. Nee. Maar tijdens het gesprek wordt eigenlijk duidelijk van ja, maar wacht eens even. En dan komen er zo 3 projecten uit. Kies je er eentje en dan ga je daaraan beginnen. Ja, wat ook wel belangrijk is, die keuze hebben we ook wel gemaakt. En dat hebben jullie natuurlijk ook gedaan. We hebben wel een projectmanager, hebben wij erbij genomen. Marielle is daar bij ons geweest. Die echt wel verstand heeft van zaken. En die zowel goed kon schakelen met Daan als heel goed kon schakelen met Jeroen. Omdat wij aan het ondernemen zijn en ik eigenlijk al niks wist van data, dan er iemand neer te zetten die dat goed begrijpt en die de vertaalslag kan maken van wat wij willen en begrijpen hoe het in elkaar zit. Ja, dat is van net zoveel waarde als die code, denk ik. Ja, niemand komt iets brengen, hè? Dat even duidelijk is. Ja. Dat is ook wel het allerbelangrijkste in dit verhaal. Ja. Als ondernemer of met je personeel, iemand moet het gaan doen. Ja. En dat doen zij niet, hè? Nee. Daan, zo is het toch? Ik bedoel, je moet het zelf als ondernemer, als bedrijf moet je het oppakken. Jullie geven handvaten en wij moeten ermee aan de slag. En dan heb je die meetmomenten en dan het traject, hoe je dat dan het beste kunt doen. Ja, wat ik een beetje hoor en hoor ik eigenlijk een beetje bij jullie allebei terug, is van er moet bewustwording zijn aan de voorkant. Hè. Ja. Op het moment dat je die bewustwording hebt en die zit wel in toegevoegde waarde doorvertalen, ja, dan moet je als bedrijf zelf aan de slag om te kijken van hoe kan ik dat intrinsiek binnen mijn bedrijf gaan incorporeren. Ja. Met begeleiding van zowel Avans als van Jats. Dat is eigenlijk een beetje de succesformule. Ja, dat klopt. En dan is het, ik moet zeggen, ik vind het dan wel leuk om met Daan en Ruud, heb ik toen veel gesproken, maar ook met Jeroen en Bettis. En het leuke is dat daar ook wel het enthousiasme in zit. Ja. En Jeroen is in het begin wel stil, maar op het moment dat als het over data gaat, dan gaat hij los. Komt los. Dan snap ik er niks meer van. Dan komt Marielle erbij en dan wordt het wel echt heel erg interessant althans, wat ik er later daarvan terugkrijg. Ja. Dit is dus wat we willen hebben. Maar eigenlijk wat
ik je hoor zeggen. Soms dan gaat het me iets boven de pet. Bij mij? De technisch. Ja, bij mij zeker. Ja, nee, maar daar is het toch goed om dan iemand daar tegenaan te hebben die dat dan wel weer kan levelen. Dat is een beetje jouw ervaring? Ja, dat is ook een les die wij hebben geleerd. Hè. Ja. Dat is wat ik zei. Je moet zorgen dat je dezelfde taal gaat spreken. He, en ik merkte in de eerste gesprek altijd wij hele andere termen voor hetzelfde gebruiken. Van nou ja, probeer eerst maar eens elkaar op dat niveau te vinden. Dan heb je een goed fundament. Daarop kan je verder. Ja. Dat is eigenlijk wel gelukt. Ja. Ja. Ik denk dat veel mensen al jeuk krijgen bij het woord data, eerlijk gezegd. Omdat dat je al niet weet dat het is zo'n allesomvattend woord. Dat je eigenlijk al niet eens meer precies weet wat het allemaal voor jou zou kunnen betekenen. Ja. Ja, dat is ook een heel andere cultuur. Wij proberen alles terug te vertalen gewoon naar Nederlands. Omdat wij heel veel trainingen geven op zeg maar mbo 2 niveau. En dan zitten we in één keer zitten we op universitair of hbo niveau. Dat alles in het Engels gaat. Ja, dat is wel even terugschakelen. Ja. Maar jij noemde net ook wel wat ik ook wel interessant vind. Je zei, COVID heeft best wel impact, hè, ook op mijn onderneming. Maar eigenlijk zie je het nu veel breder terugkomen. Hoe kijken jullie naar die ontwikkeling? Hè? Want ik lees ook veel over digitalisering. Ja, en ondanks dat bedrijven dan misschien op dit moment nog niet zoveel met data hebben, zouden ze dat wel kunnen helpen in jullie ogen? Ja, ik denk het wel. Wij hebben die slag wel gemaakt. Wij hadden trainingen gewoon echt fysiek. Dus wij zaten in het klaslokaal of op afdelingen. En dat hebben we uiteindelijk helemaal omgebouwd naar digitaal. Dus wij geven digitaal de workshops. Inmiddels ook geaccrediteerd voor mbo 2. Dus, en heel snel gegaan, dus dat is wel heel erg fijn. Maar wij zien aan de achterkant kunnen wij nu alles analyseren. Dus wij kunnen heel goed kijken naar de groepscohesie. Hoe werkt het onderling? Waar hebben mensen nog extra hulp bij nodig? Of wie kan de ander helpen om die communicatie zo te krijgen? En de praktijkopdrachten, als voorbeeld maak een weekmenu. Krijgen wij 80 weekmenu's volgens de schijf van 5. En kunnen dus nu de analyses gaan doen. Wat betekent dat voor afdeling met dementie? Met PG, somatiek of met revalidatie? Ja. Nou, daar kun je natuurlijk veel beter advies op gaan geven. Ja. Van wat er, hoe dat gebruikt kan gaan worden. Ja, ik heb eigenlijk nog een andere vraag hier, die had ik opgeschreven. Hè? Want we hebben natuurlijk al gehad over een stukje ontwikkelingen. Maar ja, waar staat het bedrijf nu en wat heeft het jullie opgeleverd in jullie ogen? Kun je daar iets meer misschien met Daan beginnende? Ja, vanaf nul. Dus alles is al een vooruitgang natuurlijk. Alles is bij ons is het... je kunt hele mooie cijfers vertellen als je wil. Hè. Ook dat kun je met data doen natuurlijk. Waar wij echt mee zijn begonnen is een basis te leggen. En we hebben het eigenlijk wel tegelijk opgepakt met een stukje herpositionering van het merk. Het verder ontwikkelen van onze website. We hebben een transitie gemaakt van de ene server naar de andere server. Zodat het ook beter meetbaar kon zijn. Want wij kwamen erachter op de website. Op de webshop, dat op het moment dat er afgerekend ging worden, dan werd je ergens anders naartoe geleid en dan hield het meter op. Ja, dat is ontzettend lastig, want hoe kun je nou, wanneer weet je wanneer een consument afhaakt, wanneer die bestelt en op welke momenten dat die bestelt. Dus dat is, we hebben het gewoon eigenlijk een beetje gereorganiseerd. Ons merk opnieuw in de markt gezet. We zijn veel meer met online media gaan werken, dus bij ons is het wel allesomvattend geweest. Maar ik denk wel, als je kijkt naar de webshop en dat is mede dankzij COVID, dan denk ik ook wel deels, maar dat kunnen wij niet meten. Nee. Is bijvoorbeeld de bestelling op de webshop zijn met 800% gegroeid. Ja. Dat is hartstikke mooi, maar akker 1. Dat is, we zijn van 1 naar 8 bestellingen ongeveer per dag gegaan. En soms heb je de 24 op een dag. Maar je ziet gewoon wel echt dat het meteen effect heeft. En dat meteen effect, dat zorgt ervoor dat als je weet dat als je er een euro ingooit, dat er 1, 10 of 2 euro uit kan komen. Dat het gelijk ervoor zorgt dat je ook door wil pakken. Ja. En als je vooruit kijkt nu, als je zegt van nou, dit is waar we nu staan. En als ik met mijn bedrijf nu verder kijk. Ja, dan is het voor ons heel erg simpel. Dan gaan we nu bouwen met wat we hebben. Hè? Dus op dit moment zou ik ook heel graag weer een volgende project aan willen gaan. Om dat volgende kleine stapje weer te kunnen zetten. En voordat wij een hele grote bak met data hebben. Ja, dat is ook afhankelijk van wat delen supermarkten met ons. Ja. Maar 1 ding is gewoon heel simpel. En dat is wat je had over COVID of wat doet de toekomst. Ik verkoop beter als ik bewijs lever. Ja. En cijfers zijn het bewijs. Ja. Dus hoe meer cijfers ik heb, hoe makkelijker ik ook een inkoper kan overtuigen om mijn producten te gaan kopen. Ja. En daar wil ik volop inzetten. Ja. Nou, dat is wel gaaf. Ja. Gaaf om te horen. Hoe is dat voor jou, Mark? Ik herken wel wat Daan zegt. Waar wij nu staan is eigenlijk hetzelfde. We willen dingen aan gaan tonen. We willen met de app de digitale werkplaats mee bezig is, willen we echt op afdelingsniveau kunnen meten. Mm-hmm. Heel veel voedingsverspillingsapplicaties gaan voor grootkeukens. Wij willen echt gaan naar de afdeling, omdat we daar zien dat die ondervoeding ook behoorlijk opspeelt. En we willen het aantoonbaar maken. En niet alleen voor nu, maar ook terug kunnen kijken, kunnen benchmarken. En kunnen zeggen, hey, op het moment dat we dat concept op die plek met die doelgroep op kunnen pakken, dan zouden we misschien dat ook aantoonbaar kunnen kopiëren naar andere plekken. En waarin je gewoon een verbetering ziet van kwaliteit van leven. Ja. En hoe is het voor jou, Roem? Jullie hebben natuurlijk bijdrage geleverd, maar wat heeft het jullie naast wat je net al zei opgeleverd?
wat het ons nog meer heeft opgeleverd. Sowieso ook weer een stukje dichter bij de praktijk zijn we gekomen. We hebben nu ook echt gezien hoe het is voor een bedrijf om in zo'n traject bezig te zijn. Als je gewoon met het vak aan zich bezig bent, is natuurlijk heel anders dan op het moment dat wat je leert of wat je iemand anders leert in de praktijk gebracht moet worden. Dus die vertaalslag maken, dat is denk ik de grootste les. Ja. En de studenten ook helemaal geïnspireerd? Jazeker. Ik heb wel het idee dat de studenten het leuk vinden. Ja. Want ze staan heel dicht bij het bedrijf waarmee ze samenwerken. Ze weten ook dat wat zij gaan bouwen, of wat zij ontwerpen met name, dat ook uiteindelijk ergens in de praktijk een plekje gaat krijgen. Dat lijkt mij het allerleukste. Als je weet wat je bouwt, dat ook gebruikt gaat worden. Zie je zo potentieel uitstromen bij een Care Culinaire of bij een Fruitfunk? Ik denk wel dat we er naartoe gaan. Dat bedrijven wel iemand in huis of in ieder geval iemand erbij moeten betrekken. Dat heeft Care Culinaire nu ook gedaan. Die thuis is in dat wereldje en die zo'n bedrijf daarbij ook kan begeleiden. Die juist misschien die vertaalslag kan maken. Ja. Van het bedrijf naar en kijken welke vraagstukken zijn er. En daar juist met data misschien een oplossing op kan bedenken. Ja. Ja, mooi. En voor jou, Daan Koopman, kun je daar nog iets aan toevoegen? Ik zat naar Jeroen te luisteren en ik dacht, dit is een mooi moment om een van onze mooiste resultaten, vind ik persoonlijk, te delen. Je had het over uitstroom richting bedrijven. Nou, toen wij begonnen met het MKB Datum al 2 jaar geleden, dachten we, we gaan gewoon wat kleine projecten doen. En inmiddels zijn dat er ook al meer dan 160 geweest. Maar we studeren natuurlijk ook studenten af en een van die studenten, Sjoerd, die is... heeft een aantal projecten gedaan voor het bedrijf VIA en is daar uiteindelijk ook gaan werken. Omdat zij dachten van, dit is een goede klik. Sjoerd weet veel van de algoritmes. VIA, maar het is verkeerskundige software waarmee je het aantal ongevallen in je gemeente bijvoorbeeld kan bekijken. Sjoerd had een algoritme ontwikkeld om daar meer inzicht in te genereren. En uiteindelijk zijn ze dus in samenwerking, hebben ze beklonken in Sjoerd daar in dienst te gaan. Ja, daarvan denk ik, het is een heel duidelijke impact die we eigenlijk met het platform en met de datalab teweeg hebben. Dus dat is een van de dingen waar ik heel erg trots op ben. Ja, dat is heel mooi om te horen. Het enthousiasme waar Jeroen het over heeft van de studenten, dat is ook iets wat volgens mij in projecten een grote succesfactor is. Kijk, we brengen kennis over data mee, maar ook jonge mensen die graag aan de praktijk willen bijdragen. Dat een combinatie van hartstikke mooi is. Als je ook als ondernemer bereid bent daar wat energie in te steken. Ja, dank voor deze bijdrage. Want dat klinkt heel goed. Hè? Wat mij in ieder geval doet, dat denk ik ook een stukje afronding hier aan tafel. Het gesprek wat we hebben. Want we hebben zo meteen nog een keynote spreker. Wat ik voel is in ieder geval inspiratie. Hè? Zowel aan de kant van ondernemers, maar ook wel aan de kant van Jats en Avans. En ik ben vanaf 1 juli nu voorzitter van het platform. En ik heb dat overgenomen van Martin Hoebe. En eigenlijk vanaf 1 juli dat ik meeloop, voel ik voortdurend die inspiratie en die energie. Dat je hier echt heel mooie next steps met elkaar kunt maken. Dus ik wil jullie echt danken, ook hier aan tafel, om jullie verhaal, wat jullie met ons hebben gedeeld. Ik roep nog steeds de ondernemers op, zoek je lokale plaatselijke bank op. Zoek de website van Driven by Data op, om je kenbaar te maken dat je gestimuleerd wil worden door het stimuleringsplan wat we nu hebben als platform. Ik wil nu naar een andere inspirerende spreker een overstap maken. En dat is Marijn. Ik heb eigenlijk weggeschreven, ik ben gewoon trots dat jij hier aanwezig bent. En ik zal ook vertellen waarom. Dus. Nee, maar trots in de zin van, je hebt een mooi voorbeeld van een bedrijf, Florijn, wat heel veel met data zelf doet, maar ook heel veel voor haar klanten. En wat ik natuurlijk heel mooi vind, is dat jullie een bos bedrijf zijn. En het gewoon de laatste tijd heel erg goed doen. Met mijn Rabobank pet op zijn jullie een beetje con-collega. Maar ik vind het wel fantastisch hoe jullie in deze nieuwe wereld aan het manifesteren zijn en aan het ontwikkelen. En ik wil je dan ook heel graag het podium geven om iets meer aan ons te laten weten hoe jullie dat beleven als Florijn in deze mooie wereld. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Superleuk om hier te zijn. We zijn inderdaad ook een bosbedrijf, dus het is heel erg leuk om bij de Den Bosch Data Week aanwezig te zijn. We hebben ook voldoende links met Jets. Zo heb ik ook met Daan onder andere een afstudeerde bij ons. Onlangs nog, die heeft zijn mastertitel gehaald bij ons. En daarnaast is de Rabobank. We zijn ook bij Rabobank Den Bosch begonnen. Zeker. En we zijn nog steeds, Rabobank is nog steeds onze huisbank. Dus voldoende linkjes. Wat ik eigenlijk wil vertellen vandaag is een hele korte intro over Florijn. Ik heb
voor degene die maandag toevallig ook gekeken hebben. Ik heb maandag ook een praatje gegeven. Die was heel anders, dus niet wegzetten. Het ging echt ergens anders over. Nou, korte intro geven en vervolgens ingaan op eigenlijk twee voorbeelden van hoe wij data inzetten bij Florijn. Ik vind het altijd mooi om gewoon aan de inhoud te beginnen. Ja. En gewoon een concreet voorbeeld te noemen. En hopelijk inspireert dat anderen om, nou ja, om ook wat leuks te doen. Ja, wat is Florijn? Florijn is een bedrijf en we hebben als visie dat we ondernemers willen helpen met het realiseren van hun ambities. Presentatie is in het Engels overigens. Al onze communicatie is eigenlijk in het Engels. We hebben ook een heel divers team. Mijn woorden zullen gewoon in het Nederlands zijn, dus mocht je het willen vertalen, ik vertaal het live voor je mee. Wij willen ondernemers helpen met hun ambities en dat doen we eigenlijk door het uitlenen van geld. In die zin zijn we inderdaad conculega's. Maar we doen dat wel iets anders. We doen dat sneller en we hebben een aantal USP's en we doen dat voornamelijk met data. Ik ben Marijn, ik ben een van de drie oprichters van Florijn. Samen met Sven en Gion zijn we in 2016 begonnen. Ik ben eigenlijk de techneut. Sven is de commerciële man en onze CEO. En Gion is eigenlijk onze bankman, noem het maar even. Die heeft verstand van geld uitlenen en met name van geld terugkrijgen. Wat je hebt uitgeleend. Wat doet Florijn? Nou, we lenen geld uit aan bedrijven. Er zijn eigenlijk twee dingen heel belangrijk bij wat wij doen. Twee USP's, zoals je het kunt noemen. De eerste is eigenlijk de klantervaring. En dat is dit plaatje. De klantervaring is natuurlijk essentieel. Kijk, het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek, iets wat heel veel mensen wel kennen. Als je dat nou eens naast het kopen van een product bij Coolblue zet. Het verschil kan bijna niet groter zijn. Het meest digitale wat je tot voor kort tegenkwam bij het afsluiten van een hypotheek was dat je een pdfje mocht sturen. En vervolgens krijg je dan discussie over de kleur van de handtekening van de pen op de werkgeversverklaring. Dat heb ik ook echt gehad. Een zakelijke financiering is nog complexer eigenlijk dan een hypotheek op bepaalde aspecten. Dus ook dat proces is veel moeilijker eigenlijk en er is veel meer aandacht voor nodig om dat goed te laten verlopen. Dat is eigenlijk de helft van wat wij proberen op te lossen. Dus je meldt je aan bij ons op onze website, via je mobiel of via je computer. Je levert ons je bankafschriften aan van de afgelopen 6 maanden. Of je koppelt via PSD2 je bankrekening direct. En vervolgens willen we je eigenlijk zo snel als mogelijk duidelijkheid geven over je financiering. Onze snelste conversie vorig jaar was 4:20. Dat is van aanmelding tot het uitboeken van het geld. Dus dat is niet een goedkeuring op papier. Nee, ook daadwerkelijk het uitboeken. En we denken dat het nog veel sneller kan. Onze klanten zijn met een week ook al impressed. Dus je moet ook wel oppassen dat je de juiste problemen aan het oplossen bent. Die 4 uur naar een kwartier brengen is natuurlijk niet het belangrijkste. Het tweede probleem is natuurlijk, je kunt wel geld uitlenen. Dat is niet zo heel moeilijk. Dan heb je IBAN-nummer nodig en een bedrag en dan boek je het uit. De kunst zit er natuurlijk in het uitlenen aan de juiste bedrijven. En bedrijven die er ook echt wat mee kunnen. En bedrijven waarbij het ook verantwoord is om ze te financieren. Dus dat er niet al te veel financiering in zit. Dat er afgelost kan worden op een lening. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je duurzaam een product in de markt wil zetten zoals wat wij willen doen. Dat er ook afgelost wordt op een lening en dat er voldoende continuïteit is. Daar zit eigenlijk de crux. En daarvoor gebruiken we ook heel veel data. We hebben eigenlijk ons eigen kredietbeoordelingsmodel gebouwd. En dat hebben we gedaan op basis van, wat ik net al zei, die 6 maanden bankafschriften. Dat is anders dan jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar, wat vaak nog gebruikt wordt. Het is veel recenter en het is veel gedetailleerdere data. Daar kun je veel meer gedrag uithalen. Daar kun je veel meer kleine datapunten uithalen waarin je wat kan zeggen over die onderneming. Het is heel anders eigenlijk dus. Dat gaat aardig. Wij hebben veel investeringen opgehaald en dan is het altijd heel fijn als je grafiekjes er ongeveer zo uitzien. Dus een aantal getallen, hè, we hebben het toch over data om het wat te illustreren. We zitten nog op een groeipad van ongeveer 3 keer ieder jaar. We hebben nu 40.000 kredietaanvragen gehad. We hebben meer dan 100 miljoen gefinancierd. En heel belangrijk, we hebben 1% kredietverliezen. Dat is een heel laag getal. Dat zegt heel veel over wat voor soort partij we zijn en waar we die data ook voor inzetten. Heel veel rentevragen en heel veel afboekingen en heel veel mensen eigenlijk van de regen in de drup helpen, daar zijn wij niet van. En dit getal geeft eigenlijk het duidelijkste aan dat wij echt geld uitlenen aan bedrijven waarbij dat ook verantwoord is. Nou, we hebben heel veel geld opgehaald bij financiers. Om zoiets te beginnen als wat wij doen, heb je ook heel veel geld nodig. En dat is natuurlijk wat het mogelijk maakt om zo'n hockeystick überhaupt te kunnen produceren. Ja, precies.
En die andere twee die licht ik gewoon even niet toe. Data-driven. Even een plaatje hoe het wat mij betreft werkt. Ik ben natuurlijk een techneut, dus ga niet te veel in op de details. Ik leg de hoofdlijnen uit. Er zijn eigenlijk een piramide, waarin drie dingen heel belangrijk zijn. De onderkant, dus het verzamelen van je data, eigenlijk het plumbing in het Engels, dus de infrastructuur die je nodig hebt. Maar ook het koppelen van alles aan elkaar. Dus je hebt een CRM-systeem, je hebt een callcenter, je doet advertenties op Facebook, je hebt een website waar mensen op binnenkomen. En waar eigenlijk de crux zit, is in het samenbrengen van al die informatie. Dus ervoor zorgen dat die klant die zich aanmeldt, dat je ook kan zien dat het hetzelfde klant is die belt. En dat het dezelfde klant is die ook mailt, of die een klacht heeft, of die je website bezoekt. En het koppelen van al die data en het goed opslaan daarvan, dat is eigenlijk de basis. Heeft op zichzelf eigenlijk helemaal geen waarde. Dat komt pas later. Het kost ook enorm veel tijd en moeite om het te doen. Maar het is essentieel als je data gedreven wil werken. Dat je dat niet vergeet en dat je dit goed doet. Daar zijn we ook heel vroeg mee begonnen. We hebben eigenlijk al datamensen ingehuurd. Ver voordat het ook maar enige zin had om dat te doen. Dus ik denk dat toen we 100 aanmeldingen hadden of zo, zijn we al met data scientists begonnen. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar daardoor zijn we nu wel waar we moeten zijn. Nou, het tweede is eigenlijk het belangrijkste, die middelste. Dat noemen ze dan business intelligence. En dat vinden data scientists altijd heel saai. Dat is eigenlijk gewoon analyseren van wat je hebt. Ja. Dashboards maken, inzichten genereren, experimenten draaien. Daar zit echt het snelste en de meeste waarde. Heel veel mensen die willen dingen meteen AI noemen en big data en allemaal andere hype termen. En dat is prima. Maar hou het simpel en noem het voor mijn part dan big data. Maakt mij niks uit. Maar daar zit echt de meeste en snelste waarde. En dan heb je eigenlijk dat topje waar eigenlijk bijna alle aandacht naartoe gaat op het gebied van data. En dat is de data science, dus echt de machine learning. De algoritmes, het automatisch doen van bijvoorbeeld in ons geval beoordelingen. Of het doen van voorspellingen. Nou, dat kun je eigenlijk pas goed doen als je die onderste dingen op orde hebt. Heel veel mensen die denken meteen van ja, dat is wat ik moet doen. Die computer die gaat alles beslissen. Maar de waarde zit hem zoveel meer in die dingen die daaronder liggen. En dan is dit eigenlijk ja, het topje van de ijsberg of de kers op de taart die je daar aan toe kan voeren. Een andere vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ga je gang. Wat mij bezighoudt, en het sluit misschien een beetje aan met het verhaal wat Daan het vertelde over data creëren. Uiteindelijk ben je ook op zoek naar data die je dan weer kunt doorvertalen blijkbaar. Of ja. Niet? Ja. En ik zit ook een doorvertaalslag te maken, maar misschien kom je in je verhaal nog op. Dat je, wat kun je dan voor je klanten doen? Hè? Want je hebt zoveel data van je klanten. Waarschijnlijk kun je ze risicogericht ook nog goede adviezen gaan geven. Ja, zeker. Ja, er zit natuurlijk voortdurend een koppeling met de business. Dus je moet, je moet wel, natuurlijk, je hebt eerst je probleemanalyse. En daar kom ik ook in de voorbeelden nog even op terug. Van, ja, je moet, dit lijkt inderdaad een beetje op data verzamelen om het verzamelen. En qua infrastructuur moet je dat ook gewoon doen. Ja. Maar daarna kun je inderdaad echte problemen gaan oplossen. Ja. Met die data, met die technieken. Super interessant. Ja. Het tweede wat heel belangrijk is, in ieder geval bij ons, is dat noemen ze dan democratize your data. Dat betekent eigenlijk dat je in je hele bedrijf mensen bewust maakt van de data die je hebt en van wat je ermee kan. En dat klinkt simpel, maar dat is het eigenlijk niet. Want je kunt niet iedereen zomaar overal bijlaten. Niet al je infrastructuur kan zomaar dat aan. Maar het is wel heel. En niet iedereen kan het zomaar begrijpen allemaal. Dus je moet heel veel energie stoppen in het toegankelijk maken van die gegevens voor je hele bedrijf. Bij ons betekent dat dat je ook dingen in de gang op tv's hebt zitten, dashboards. Dat je het op allerlei mogelijke manieren via mails en alerts onder de aandacht brengt bij mensen. 80% van ons bedrijf, we zijn nu met 50 mensen, heeft toegang tot onze business intelligence tools. Dus 80% kan daarmee werken. Die hebben het voor elkaar gekregen, die mensen, om 626, gisteren tenminste, visualisaties te bouwen daarin. Nou, we hebben nu anderhalve ongeveer fulltime data scientist, of data analyst, sorry. Die heeft niet in zijn eentje dit allemaal gemaakt. Dat doen die mensen echt zelf. Ze hebben 159 dashboards in elkaar gezet. Dat doen afdelingen gewoon zelf. En ze beheren dat ook zelf en ze zijn daar zelf eigenaar van. En een belangrijk getal is eigenlijk voor onze BI-omgeving 70% van die mensen gebruikt het iedere week. Dus als ik monitor hoe vaak zitten mensen in die BI-tools, dan is 70% van de mensen. En dat zijn geen techneuten. Dat zijn mensen bij marketing, bij sales, bij finance, bij onze risicoafdeling en ook techneuten. Dus dat is echt het hele bedrijf. Dat is echt heel belangrijk dat je iedereen onderdeel maakt van dit proces. Maar betekent dat dan dat bijvoorbeeld de afdeling marketing een eigen dashboard bouwt en dat de afdeling finance een eigen dashboard bouwt en dat ze in hun eigen omgeving eigenlijk aan het werken zijn? Ja, klopt. Dus je probeert eigenlijk die data-analyst in te zetten om de onderlaag goed te bouwen. Dus het koppelen van al die gegevens aan elkaar. En dat als je bijvoorbeeld zegt, deze klant is geconverteerd,
dat we het dan ook allemaal over hetzelfde hebben. Dus dat we ook weten van ja, een conversie betekent dat iemand ook daadwerkelijk, dat er bijvoorbeeld geld uitgeboekt is. Het betekent niet dat het contract getekend is. Nou, dat soort verwarringen moet je op centraal niveau oplossen. Maar vervolgens kun je mensen zelf met die data laten spelen en zelf de inzichten in elkaar laten zetten. In ieder geval, dat is wat wij proberen. Dat is niet evident, maar dat is ons in ieder geval een beetje gelukt. Het eerste voorbeeld wat ik eigenlijk wil vertellen is een voorbeeld van hoe je dit kan inzetten om wat voorspellingen te doen. Dat is toch het leukste eigenlijk. Ja. Die kredietvoorspelling, daar kom ik zo wel op, want dat is natuurlijk wat voor ons het meest logische is. Maar een andere die misschien minder voor de hand ligt, maar wel heel belangrijk is lead scoring. Nou, wat is het probleem? Wij doen veel sales. Wij krijgen heel veel aanmeldingen online. Veel te veel, veel meer dan we kunnen helpen. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen zich aanmelden voor een krediet online. En dat hebben we heel simpel gemaakt. Maar dan krijg je dus ook heel veel aanmeldingen, ook als je heel veel adverteert. We hebben billboards in Amsterdam volgehangen met dingen. We hebben heel veel Google-advertenties gedaan. Dan krijg je eigenlijk heel veel aanmeldingen die misschien niet de juiste fit zijn. Dus die op zoek zijn naar een heel ander product. Ja. Of die bijvoorbeeld ons geen gegevens willen geven voordat ze iemand aan de telefoon hebben gehad. Wat ik best kan begrijpen. Daar kwam een enorme bak werk op ons af. En we hebben eigenlijk gekeken, ja, wat moeten we nou met die bak werk? Ja, iedereen bellen. Ja, kan. Maar dat kost veel capaciteit. Zeker als je sales funnel er ongeveer zo uitziet. En heel veel van die mensen vallen ook af. Dat is eigenlijk het linkerplaatje. Heel veel mensen vallen af. Dus je weet dat de effort die je daarin steekt, ja, gaat dat wel goed zijn? En toen zijn we gaan nadenken, wat hebben we eigenlijk helemaal aan het begin aan data van deze mensen om een inschatting te maken wie we nou wel en niet moeten bellen. Dus we hebben nog geen bankafschriften, we hebben eigenlijk nog bijna niks. Nou, dit is een beetje een plaatje van wat je dan ongeveer hebt. Dit is wat je kan zien van een klant eigenlijk voordat je nog maar iets kan zien. Hoe lang zijn ze op onze website geweest? Dat is een hele interessante. Voordat ze zich aanmelden, hebben ze zich georiënteerd. Misschien zijn ze op zoek naar financiering van €200.000. Als ze dan 2 minuten op onze site hebben gekeken en vervolgens alles hebben ingevuld, dan kun je je afvragen hoe serieus dat is. Ja. Als ze niet eens hebben gekeken wat het kost, nou ja, dan kun je je afvragen, is dit echt een goede lead? Je kunt natuurlijk zien wat voor branche het bedrijf is, wat voor mailadressen, wat voor financieringsbehoefte er is. Maar je kunt ook zien, hey, ze hebben een case study van een klant van ons bekeken. Oké, dat is een interessante oriëntatiefase, dit is echt serieus. Dat bleek ook een beetje te zijn hoe sales al werkte bij ons. Dus die keken al naar zo'n klant en die zagen dit soort dingen al even. En toen zijn we gaan denken, hoe kunnen we dit omzetten in een model en wat ze helpt daarbij. Ja. Nou, deze gegevens hebben we eigenlijk samengevoegd en gebruikt in een lead scoring model. Dat is redelijk simpel. Dus een klant oriënteert zich, meldt zich aan. En vervolgens geven we hem op basis van dit soort gedragskenmerken een score. En die score die zegt eigenlijk, moeten we jou bellen of moeten we jou mailen? Dit is iets wat toepasbaar is op best wel veel bedrijven. De technieken om dit te doen zijn best wel generiek. Dit kun je een stagiair laten doen. En vervolgens is het doel om zoveel mogelijk klanten te overtuigen om de documentatie aan ons te geven die nodig is om de aanvraag echt te behandelen. Nou, dit is gelukt. We kregen meer complete aanmeldingen. Omdat we simpelweg meer gericht konden bellen. Dus we konden met onze capaciteit 200 klanten bellen bijvoorbeeld. Maar nu belden we ook de 200 juiste klanten. Het model bleek heel succesvol te zijn in het voorspellen. Dat is natuurlijk ook wel fijn als dat zo is. We hadden veel blijere salesmensen, want ze spraken veel meer klanten die ook daadwerkelijk interesse hadden. Nou, dat is een veel leukere baan dan mensen die eigenlijk naar iets anders op zoek zijn. En uiteindelijk hebben we ook veel meer capaciteit over om dezelfde hoeveelheid deals te doen. Een toetsje ook nog, het kan natuurlijk ook zijn dat er ook geïnteresseerden bij zijn, maar die dan toch buiten zeg maar, de data-analyse vallen. Ja, zeker. Heb je daar dan zeg maar, ook een stukje onderzoek nog nagedaan? Of heb je zoiets van, nou, merendeel is toch goed, dus dan hou ik maar bij die 80%. Nou, kijk, de fout die je hier maakt is op zich niet zo super belangrijk. Dat wil zeggen, we blijven toch in contact met een klant. Dus het is niet zo dat je ze volledig afwijst of dat ze niet meer in beeld komen. Dus je hoeft hier niet voor die 100% te gaan. Dat heeft geen zin eigenlijk. En je moet ook voortdurend de trade-off maken van hoeveel werk wil ik nou eigenlijk besparen. Versus efficiëntie. Ja, versus de efficiëntie die je hebt en de sales die je kunt halen. Dus als je wat meer capaciteit hebt, kun je hem anders instellen. Ja. Ja, dit is eigenlijk een voorbeeld van lead scoring wat wij doen. Wat een heel leuk model, is, wat ook nu nog steeds gewoon live draait. Ja. Het tweede is natuurlijk de obvious one als je geld uitleent, het kredietrisicomodel. Ja. Nou, dat is ook een beetje een deep dive. Die kredietbeslissing bij ons is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die we doen. Die baseert zich vooral op bankafschriften, dus de data van de bank die wij krijgen.
Maar daarmee combineren we ook een heleboel andere bronnen, zoals bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn profiel of Kamer van Koophandel data, faillissementsdata. We proberen allerlei databronnen te combineren om een goed beeld te krijgen van die onderneming. Daar zijn we ook heel transparant over. En dat weten ondernemers ook aan de voorkant. Het is een beetje eng. Maar of een mens nou je Facebook bekijkt om te zien of het wel echt is, of een computer dat doet, ja goed, daar kun je iets van vinden. Maar dat werkt natuurlijk wel heel fijn. We combineren al die bronnen met elkaar en maken vervolgens een score. En die score die komt eigenlijk neer op het, is een ondernemer echt? Maar ook, wat is de financiële gezondheid van deze onderneming? En die twee samen, die zijn heel belangrijk. En alleen financiële gegevens heb je dus ook eigenlijk niet genoeg om dit te kunnen doen. Wat houdt dat in, is een ondernemer echt? Bijvoorbeeld, het simpelste voorbeeld is eigenlijk een Facebook profiel of een Facebook niet echt, maar een LinkedIn profiel. Kijk, als jij dingen verkoopt, zakelijke dienstverlening doet en je bent nergens te vinden online, je hebt geen website, je hebt geen LinkedIn, dat is best wel raar. Dus dat is een hele simpele eigenlijk hoe we kijken naar zo'n onderneming. Het is niet zo dat we daadwerkelijk gaan uitlezen wat er allemaal op zo'n profiel staat. Dat kan ook helemaal niet en dat hoeft ook helemaal niet. Maar puur het bestaan van en een online presence hebben die er goed uitziet, dat is al een van de kenmerken die we gebruiken. Dan even die bankafschrift. Dat is een beetje technisch, maar is wel heel fancy. Wel een heel leuk voorbeeld. Wat we eigenlijk doen is, je hebt zo'n afschrift van een bedrijf. Een bankafschrift, zoals je hem wel kent links. En vervolgens proberen wij daar eigenlijk iets van te maken waar je de financiële gezondheid van het bedrijf uit kunt halen. Nou, we maken eigenlijk die informatie toegankelijk voor computers. Dus we lezen alles op een gestructureerde manier uit. En vervolgens gaan we kijken van ja, wat staat hier nou eigenlijk? Dus is het een salarisbetaling bijvoorbeeld aan een medewerker? Oké, dan kunnen we wat zeggen over misschien wel het aantal medewerkers of de groei daarin of de krimp daarin. Je betaalt belasting. Oké, interessant. Wat voor soort belasting is dat dan? En is dat dan in balans met het aantal medewerkers dat je hebt als je bijvoorbeeld loonheffingen betaalt? En zo niet, wat is er dan aan de hand? En je BTW bijvoorbeeld heeft weer een relatie met de omzet die we zien. Dus zo kun je een heel mooi beeld maken van een bedrijf. Wat je op heel hoog niveau ook in een jaarrekening kan zien. Maar wat wij eigenlijk op maand of week of dagniveau kunnen zien. Als je wat categorieën maakt van die data, dan kun je die vervolgens over tijd gaan aggregeren. Dan kun je trends maken, dan kun je daar patronen in zien. En dan wordt het eigenlijk leuk, want wat doe je er dan mee? We hebben eigenlijk een tweesprong hier. Dus we maken gebruik van computers, dus machine learning modellen. Maar we maken ook gebruik van mensen. En die combinatie die is super belangrijk. Ja. Een fout die je hierin maakt is ontzettend duur. Het is geen het detecteren van spammailtjes in je mailbox. Als je er dan eentje vergeet, ja, dan zegt je gebruiker gewoon oké, dit was toch spam. En prima, leren we van. Als wij 1,5 miljoen euro uitboeken naar een klant en dat is geen goede beslissing, dan is dat een nogal duur foutje. Dus mensen zijn hierin heel belangrijk. Bovendien, hoe ga je dit model trainen? Ga je willekeurig geld uitboeken naar ondernemers, net zolang tot je genoeg data hebt? Ja, natuurlijk niet. Dus je hebt mensen nodig die ervaring meenemen en die weten hoe het werkt. En vervolgens techneuten daarnaast die ervaring van die mensen om kunnen zetten in regels en in modellen. En die dynamiek die is bij ons super belangrijk. En dat heb ik eigenlijk hierin proberen weer te geven. Je hebt links eigenlijk een plaatje van een model. Plaatje maken van modellen, dat kan eigenlijk niet. Dus dit is meer een weergave van een aantal features die belangrijk zijn. En rechts heb je eigenlijk waar de mens naar kijkt. En dat is gewoon een Excel sheet, even heel plat gezegd. Maar wel eentje die volledig automatisch gegenereerd wordt. En die wisselwerking tussen deze twee dingen, dus tussen die gewone de Excel-sheet eigenlijk met de data en het model wat daar een interpretatie van doet, die is heel belangrijk. Want rechts krijg je een interpretatie van mensen op dezelfde databron als waar je model een interpretatie doet. En daar leer je superveel van. Want sommige dingen zijn complex of zijn nog niet af of werken niet of gaan automatisch mis. En je mensen kunnen je meteen vertellen vaak waar dat misloopt. Andersom ook. Het model vertelt de mens, 9 van de 10 keer kun jij deze post goed. Waarom deze niet? We hebben ook een algoritme of een model draaien wat zegt, deze post is goed of afgekeurd. Maar het model en de mens liggen zo ver uit elkaar. Hier is iets aan de hand. Doe een vier ogen principe. Doe een check op deze post of wat hier misgaat. Ja. Meestal krijg je dan ook in de situatie, je zegt van dan komt de mens in beeld om dit te checken. Is de mens dan ook in contact met de klant? Of is het dan alleen dat hij de robot of in ieder geval de computer controleert?
Ja, de mens is zeker in contact met de klant. Dus wij je hebt natuurlijk sales, die is voortdurend in contact met de klant. En dan heb je vervolgens de riskafdeling die daadwerkelijk naar deze getallen kijkt. Maar het is heel vaak een wisselwerking daarvan. Zeker bij wat complexere financieringen spelen er gewoon allerlei dingen. En kom je daar veel sneller achter als je gewoon goed contact met je klant hebt over wat er gebeurt. Het kan ook heel erg helpen als je zo'n sheet voor je hebt om een goed gesprek te hebben met je klant. Want je ziet hoe het gaat met een bedrijf. Je ziet waar misschien problemen zitten en je ziet waar misschien kansen zitten. Ja. Dat is wat ik net bedoelde met de advisering. Hè? Dus in principe als je ontwikkeling, je zit er vrij kort op, hè? Bijna wekelijks. En dan zie je heel snel natuurlijk bepaalde patronen ontstaan die je met de klant kunt bespreken. Ja, adviseringen doen we niet. Er zijn ook allerlei regels voor. Wij verkopen echt krediet. Maar het kunnen hebben van een goed inhoudelijk gesprek helpt daar wel heel erg bij. En ook het feit dat een ondernemer denkt van, hey, ik word begrepen hier. Hier zit ook iemand aan de lijn die niet alleen maar checkbox aan het afvinken is, maar die ook daadwerkelijk gekeken heeft naar mijn onderneming. Ja. Dus dat heeft inderdaad meer waarde dan alleen maar ja, nee. Ja, je ziet bijna een nieuw businessmodel ontstaan. Hè? Ja. Niet alleen het verlenen van krediet, maar juist de risicoanalyse en juist ook te kijken waar de kansen zitten. Ja, zeker. Dus wat ik net bedoel, ik gaf net zelf je eigen onderneming al aan. Ja, die hockeystick heb je vermogen. Maar als je weet dat je in die hockeystick terecht aan het komen bent, dan is het wel fijn dat je dan partijen krijgt die dat ook zien en zeggen, hey, we kunnen jou faciliteren. Ja. Nou, dat zullen jullie waarschijnlijk indirect met kredietverstrekking al wel doen, denk ik. Als je ziet, dat is wel onze bedoeling. Zeker. De omzet die stijgt, dat zie je op maandbasis, dat krediet moet omhoog. Ja, dat is. We doen dit ook doorlopend. Dus je hebt een maandelijkse review of tegenwoordig zelfs dagelijks. En op het moment dat je ziet dat er potentie zit in de klant, kun je inderdaad in gesprek gaan over verhoging. Zijn klanten vaak heel verbaasd. Hoezo benadert mijn financier me voor een verhoging? Ze bellen meestal alleen maar als het omlaag moet. Maar moet ik dit concept nu zien als een vervanging van het krediet wat je bij een huidige bank hebt? Of is dit er nog bij? Of omdat je veel meer informatie analyseert? Nou, kijk. Tuurlijk willen wij de hele wereld veroveren en alle kredieten ter wereld, die zouden we heel graag willen doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is een enorm groot landschap met heel veel soorten financiering voor heel veel soorten bedrijven. Wij hebben ook een andere sweet spot qua risicoprofiel, qua grootte van een bedrijf dan bijvoorbeeld een bank. En wij verlenen ook een ander soortige financiering. Dus veel meer gebaseerd op omzetstroom, waarbij de bank ook allerlei andere producten daarnaast heeft. Dus ja, er is heel veel ruimte binnen dat financieringslandschap voor allerlei spelers. Van factoring, leasing, vastgoed, omzetfinanciering. Ja, er zijn zoveel vormen van financiering. Dat is een heel groot landschap waar wij een speler in zijn. Ja. Het liefst doen we alles, maar dat gaat niet tegelijk. En dat is lastig, maar we timmeren aan de weg. Met gebruik zoals jullie dat doen, hè, met Florijn, hoe je data en dergelijke. Kun je daar nog een korte doorvertaling mogelijk maken naar, zoals wij net hebben gehad over MKB-bedrijven? Daar zit wel een soort van parallel in. Hè? Jullie gebruiken heel veel data en je analyseert dat en vervolgens weet je businessmodel te verrijken. Ja, zeker. Zie je daar ook andere parallellen mogelijk voor ondernemers? Ja, kijk, het doen van deze analyse is natuurlijk wel. We hebben in die zin het voordeel dat we de data vanaf dag 1 als core business hadden. Dus wij, hoe je dat kunt doorvertalen vind ik moeilijk. Kijk, uiteindelijk is het inrichten van die piramide en het zoeken naar kansen met die data, dat is wel gelijk. En wat ook een parallel is, is dat dit een proces is wat ook gewoon prima met de hand kan. Ja. Dus je kunt dit gewoon, en zo zijn we ook begonnen, je kunt dit ook gewoon allemaal in Excel doen. Ja. Je kunt gewoon een markeerstift pakken en door een print van een bankafschrift heen gaan en verdachte transacties markeren. Ja. Dat werkt ook. Het is eigenlijk heel simpel, alleen je moet op een gegeven moment, als je verder komt gaan, moet je verder gaan professionaliseren en dan kun je het ook weer makkelijker doorvertalen. Ja, en als je die processen die je gewoon met de hand kan doen, die zijn vaak het meest interessant. Want daar heb je mensen waarmee je kan praten, die dat ook daadwerkelijk met de hand doen. En die kun je gewoon vragen. Ik denk dat we 5 minuten hebben, dus ik weet niet waar we in je presentatie zitten. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Ja, vragen duurt het wat langer door, maar dat komt goed. Wat ik wel mooi vind, is inderdaad wat je zegt, is dat je het allemaal over hetzelfde hebt. Ja. En dat is iets waar wij natuurlijk ook wel over hebben. Dat je echt met heel je team, waar heel veel tussen zit, die eigenlijk ook niks met data hebben, dat je uiteindelijk met een dashboard, waarin je natuurlijk verschillende gegevens instopt, dat je op allerlei fronten eigenlijk over hetzelfde gaat praten. En dat daar eigenlijk ook weer heel je bedrijfsstructuur gaat versnellen. Ja, zeker. Dat is het allerbelangrijkste. En puur alleen het goed krijgen van die definities tussen de verschillende afdelingen en mensen. Ja. Dat is al, marketing kan zeggen, ja, wanneer is het natuurlijk succes? Ja, als iemand zich aanmeldt. Ja. Maar risk zal daar wel anders over denken. Ja. En bij finance denken ze, waar is de omzet? Ja. Dus alleen dat al op één lijn krijgen is superbelangrijk. Ja. Ja. Ja.
Nou, het teruggeven van informatie aan de klant, al genoemd. Daar zijn we nu heel druk mee. Dat hebben we onlangs gelanceerd. We hebben een PSD2-vergunning gekregen waarmee we automatisch kunnen koppelen met de bank. Dus niet met die PDF's, maar gewoon meteen dat inlezen. En in het kader daarvan geven we nu ook alvast een eerste versie van een financieringsdashboard. Dus zodra je een aanmelding doet met PSD2, krijg je ook direct zo'n dashboard waarmee we je alvast wat KPI's geven die wij aan de risicokant uitlezen. Die geven we meteen terug aan de ondernemer. Nou, daar kan nog veel meer mee, maar dit is een eerste versie van hoe wij ook die data die wij aan de achterkant gebruiken meteen terug willen geven aan onze klanten. Ja. Deze ga ik skippen met de tijd. Ik moet afronden, ja. Mijn drie laatste tips zijn eigenlijk begin met het verzamelen van data. Dus begin gewoon met het opzetten van die structuur aan de achterkant. Dat mag in Excel, dat mag ook in Google Analytics, dat maakt eigenlijk niks uit. Maar maak daar een begin mee. De tweede is, ga experimenten doen. Dus ga gewoon dingen proberen te veranderen en benader het als een experiment. Dus ga doormeten wat het doet. Dat is al moeilijk genoeg. Ja. Zonder machine learning of gekke dingen. En de derde is natuurlijk, keep it simple. Ja. Ga geen gekke algoritmes verzinnen in het begin. Kijk gewoon naar wat voor jouw bedrijf handig is en wat werkt. Ja. Marijn, heel veel dank voor jouw verhaal. Inspirerende verhaal en de inkijk van Florijn. En ik denk ook jouw laatste woorden zijn belangrijk. Hè? Keep it stupid and simple heb ik wel eens geleerd, Kees. Ja. Ja. En ik denk dat in heel veel gevallen ook zo werkt. Ik wil de rest hier aan tafel ook bedanken voor jullie inbreng en energie. De kijkers, in ieder geval ook dank voor je aanwezigheid. En de ondernemers, pak je kans om met je kansen datagericht te gaan ondernemen. En gestuurd te gaan ondernemen. Zijn er nog vragen over? Nou, ik denk zoals we hier zitten, zijn we altijd bereikbaar. Maar in ieder geval via het platform. En gebruik ook daarbij de lokale Rabobanken, zoals ik net al heb gezegd. Dus nogmaals dank, allen. En dat was het. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja.